Goedenavond, luisteraars, kijkers, aanwezigen. Even wat kleine mededelingen voor degenen die naar de toilet willen. Er is achterin een toilettengroep. We willen ook aan ieder vragen alsjeblieft of jullie je telefoon op stil willen zetten, zodat wanneer we bezig zijn, jullie niet per ongeluk worden gebeld en dat afleidt. We zijn hier vandaag op initiatief van Curtis Hofwijk, dus dan ga ik bij deze het woord aan hem overlaten. Goedenavond allemaal. Welkom. We zijn allemaal hier vandaag en ik denk dat het weinig introductie behoeft. Waarom? Want ik ben net zo manier als een nego bong breni. Dus er is zoveel gezegd sinds het protest van vrijdag. Maar het meeste dat door de verantwoordelijke in de mond wordt genomen, het enige. Ze praten alleen over de gevolgen. En ze proberen alles op één hoopje te gooien om de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen. Er is inderdaad... Oké, ik ga proberen om een beetje luider te praten. Er is geen microfoon, er is geen box. Moet ik die megafoon? No. Misschien horen jullie me hier goed? Prima. Ook de wind in mijn rug misschien. Ik probeer een beetje luider te praten dan. Nou, ik denk dat het de microfoon gaat storen. Ja, dus ik ben begonnen door te stellen dat er veel is gezegd over wat er vrijdag is gebeurd. En dat de regering alles op één hoopje gooit om de aandacht van de werkelijke problemen af te leiden. En er wordt alleen gesproken over plunderen en niet over de mensen die aan het protesteren waren. Want alles wordt op één hoopje gegooid, alsof iedereen die daar was, aan het plunderen was. En dat is helemaal niet correct. Vanuit bepaalde hoeken, er is al heel veel gezegd over wat mis is gegaan, maar er wordt een bepaalde beeld gecreëerd alsof het optreden van de politie rechtmatig was. Ik betwist dat. Er is, je kan zeggen, door de veiligheidsdiensten met olie op het vuur gegooid. De mensen waren verhit inderdaad, er was een opstootje en plotseling begon een veiligheidsman, ik weet nog of de agent is, want hij had geen uniform aan, die begon met de AK te schieten. Door de regering is niet veroordeeld. Het buitensporig politiegeweld. De spoedeisende hulp meldt dat er zeker 6 mensen zijn die zich met schotverwondingen hebben aangemeld. Dus dat betekent dat er door de overheid dat geweld dat is toegepast. Voor vreedzame demonstraties. Buitensporig geweld is. Er zijn video's van mensen die op hun buik liggen. En hun op hun hoofd getrapt en geschopt als een bal. En het enige waarover de regering praat is harde maatregelen. Als je moet optreden tegen mensen die criminele handelingen plegen, is dat meer dan normaal. Het is gewoon optreden. Maar er wordt in een persconferentie zoveel keren herhaald, harde maatregelen, hard optreden. Het leek alsof men ons bezig is voor te bereiden op of het legitimeren van buitensporig geweld. Dat is het enige wat ik eruit kan halen. Maar we moeten niet in die trap van ze vallen om alleen over de gevolgen te praten. Ik heb er al heel veel tijd aan besteed. We moeten gaan kijken naar de oorzaak. Asan Negobung. Dat is de rode draad. Iedereen die in die samenleving is, of je nu ondernemer bent, als je loontrekker bent, het maakt niet uit wat je positie is in die samenleving. Je kan het gewoon zien. Die Chinezen zeggen het, die winkeliers, noem maar op. Iedereen weet van Asan Negobung. En wanneer er zo lang al tegen de regering signalen worden gestuurd door onder andere protesten van Organic vorig jaar, dan worden die beantwoord met rancune. Mensen worden uit dienst gezet. Dus vanaf toen al zie je dat er structureel door de regering geprobeerd wordt om mensen die protesteren het zwijgen op te leggen. Het is een tijdje stil geweest, er wordt opgeroepen tot protest en wederom is men bezig om mensen die leiding hebben gegeven aan protesten, zaken aan te rekenen die hun niet aan te rekenen valt. Ik heb zo net nog met juristen, we zitten toevallig in dezelfde partij, mogen praten en er zijn in principe geen gronden waarop Stefano Pacito Biervliet is aangehouden. En er zijn mensen die kunnen gewoon zeggen hoe die dingen zijn. Om een maand is aan een model van man. Ik ben soms ook niet helemaal eens met hem, maar dit wat ze hebben gedaan, Anno Boom, is af te keuren. Ik denk dat die hele samenleving dit hoort
af te keuren. Zo gaan we niet om met mensen die kritisch zijn, mensen die vragen stellen, mensen die kritiek leveren. Dit is geen democratie. Dit is veel meer weg van een politiestaat. Iemand maakt de opmerking, de president is politieagent, leiding van Juspol, leiding van het leger. Dus als we het begin vormen aan te nemen van wat men noemt een politiestaat. En ik denk niet dat we daar naartoe willen. Het recht op vreedzaam, ik heb het ruw gezegd en ga het hier weer herhalen. Ze moeten met hun poten afblijven van het recht op vreedzame demonstraties. Niemand moet ons beperkingen komen opleggen. We kennen onze verantwoordelijkheid. Wij passen wijsheid toe. Want als het aan mij alleen lag, had ik dingen die belangrijk voor mij zijn maandag afgezegd en was ik maandag al op straat. Maar het is goed als we soms tot rust komen, tijd nemen om nuchter na te denken. En daarom hebben we, Maisha en ik waren in contact. En heel veel mensen hebben mogen contact van wat gaan we doen, what's next. En daarom dat we vandaag hier zijn. Ik heb al heel veel input gekregen van actiemodellen. Maar ik wil het niet alleen bepalen. Ik wil samen met jullie, ik zie dat de betrokkenheid er is. Daarvoor hebben we het ook gedaan. Het is lastig natuurlijk als ik mensen ga uitnodigen, één voor één. Ik vergeet andere mensen. Want heel veel mensen hebben gevraagd van what's next. En daarom zeg ik van, hey Maisha, we zijn met duistere dingen bezig. Laten we het opengooien. Laat iedereen die wil participeren komen. Hun bijdrage leveren, zodat we kunnen bepalen what's next. Gezamenlijk. Ook goedenavond van mijn kant. We staan er misschien niet bij stil, maar de algemene conclusie die getrokken kan worden is dat de rechtsstaat in gevaar is. We beseffen het misschien niet, maar die rechtsstaat is in gevaar. En daar hebben de autoriteiten hun mond wel vol over democratie en rechtsstaat. Maar zij zijn juist degene die nu die democratie en die rechtsstaat met de voeten betreden. Ik ben daarom ook heel erg blij dat ik zo'n goede opkomst heb gezien. Omdat wij met ons allen hier de baken zullen moeten zijn. Wij zullen ervoor moeten zorgen, ja, dat die rechtsstaat, dat die democratie in Suriname niet dood wordt gemaakt. U moet de signalen opvangen. Het is misschien bij Organic begonnen. Maar als u gisteren naar To The Point gekeken heeft, dan ziet u welke richting de veiligheidsmensen of de adviseurs, veiligheidsadviseurs van de president of van het kabinet van de president willen opgaan. En men zegt, aan de vruchten herkent men de boom. En als ik zie welke toer die mensen willen opgaan of de filosofieën die ze huldigen, dat verbaast het gedrag van die president me geen zins. Er wordt gesproken over het wederom invoeren van vergunningen om te protesteren wat op zich kolder is, omdat zowel de VN als de OAS duidelijk zijn hieromtrent. Protesteren, het recht op vreedzame betoging is geen gunst van een toevallige overheid. En alsof dat niet genoeg is, wordt er subtiel dan wel openlijk gezegd van op het moment dat je op straat komt, verwacht dan dat er buitensporig, dat er excessief, dat er buitenproportioneel geweld zal worden toegepast. Het schijnt dan met het onderscheid niet meer kan maken of bewust niet meer wil maken tussen vreedzaam protesteren en het plunderen, het looten. Het lijkt alsof je doemenmaatje hebt besloten om op straat te komen om jou in feite stem te laten horen, toch dat alvast wordt gecriminaliseerd. En er wordt zelf gespeculeerd op in feite een herhaling van het plunderen als mensen überhaupt zullen besluiten om de straat op te komen. Dus terwijl men aan de ene kant predikt te gaan voor het herstel van de democratie en de rechtsstaat, dan zie je dat de rule of law nou juist met de voeten wordt betreden. Als de president nu begint te zeggen, die heeft opdracht gehad, dat heeft opdracht gehad, en de veiligheidsadviseur die zegt dat de balans nu is omgeslagen naar de nationale veiligheid, en dat we dus die grondrechten of die fundamentele rechten maar even
aan de kant moeten zetten. Dan weet je hoe laat het is. De organisatie die zijn er daar heel erg duidelijk over. Fundamentele rechten zijn onvervreemdbaar. Er zijn geen onbeperkte rechten. Maar ja, er zal heel veel moeten gebeuren. Voordat je die fundamentele rechten kan beknotten. Of kan beperken. Dan wel kan verbieden. Het kan trouwens niet voor eeuwig. Het kan maar voor een bepaalde periode. En het moet bij wet plaatsvinden. De president kan niet eens eentje met zijn team beslissen dat hij vandaag zegt, ik schort het recht om te demonstreren op. Asan ne broko so. En bovendien, wanneer je nou via die wetgeving hebt besloten om die fundamentele rechten voor een bepaalde periode te beperken of te verbieden, moet je daaromtrent ook rapportage uitbrengen aan die organisaties waar we lid van zijn. In dit geval is het de OAS en de Verenigde Naties. Maar zoals het nu aan toe gaat, lijkt het alsof we te doen hebben met een regelrechte despoot. Ja. Iemand die geen kritiek duldt, die boos wordt, die zijn kalmte dreigt te verliezen. Soms subtiel dan wel openlijk mensen intimideert, dan wel beledigd. En ik zeg, wij van deze kant, we moeten het nimmer zo ver laten komen. Dat onder het mom van de democratie, dat niet als alleen ons recht of vreedzame betoging wordt beknot. Maar u moet er ook bij stilstaan dat dit recht samengaat met een aantal andere fundamentele rechten, waaronder het recht op vrije meningsuiting. U heeft het al gemerkt, mensen zijn kritisch naar de president toe en je loopt het risico om te worden opgepakt op basis van wetten die dateren uit de koloniale periode. Toch? Wat wij hier in ieder geval niet zijn komen doen, is de bedweter uithangen. Ik weet niet of het Curtis dat voor mogelijk houdt dat we hier een open podium of een open microfoon krijgen en dat mensen een zegje kunnen doen. Maar ook dat ze ons in feite, of dat we gezamenlijk een strategie kunnen vaststellen om in ieder geval ervoor te zorgen dat we onze fundamentele rechten, ongeacht wat er gebeurt, kunnen blijven uitoefenen. Ja mensen, thank you very much. Wil je eerst de strategie en dan ook de podium? Oké, als we vanuit het publiek dan input kunnen krijgen over... Kleine opmerkingen de afgelopen dagen, ben ik vaker gemeld geworden door mensen, dat ze worden bedreigd via hun werkgever of post die ze plaatsen online. Dus die mannen hebben die dekade om nu contra Intel en binnenlandse inlichtingen in te zetten om mensen te gaan bedreigen bij hun werk. U staat er waarschijnlijk niet bij stil. Hoe ernstig dit is, dat men gaat naar je werkgever, om je via je werkgever op het matje te laten. Als we dit zo verder toelaten, heb je straks het recht om niks te zeggen. Dan ga je gewoon moeten dulden en slikken. En dit is ongehoord in een democratie. De mensen praten over democratie. Maar ik heb niemand horen zeggen, en we moeten het accent niet verleggen. Het constitutioneel hof heeft een uitspraak gedaan over die kiesregeling. Het zou toch democratisch zijn, wanneer dat wordt besproken op de agenda wordt geplaatst in de Nationale Assemblee. Maar niemand zegt daar iets over. Dan gaat het over rellen en dan gaat het over repressie en noem maar op. Maar wat about het feit dat de constitutionele hof heeft gezegd, jongens, jullie kiesregeling moet worden aangepast. En niemand praat daarover. Losselen zijn we alles vergeten. En als je zo'n democraat bent, dan had je dat gebracht naar de Nationale Assemblee toch ter discussie. Of daar had een nationaal dialoog gestart om te kijken hoe we die. Is dat de indeling ook gaan doen? Nou, ik heb niet zin. Maar binnen gaat het erom. Je moet er zich van bewust zijn hoe ernstig dit wordt. Toch? Ik vind dat een man narcistische trekken heeft en narcistisch gedrag vertoont en zich gewoon gedraagt als een tiran. Ik bedoel, we zijn niet alleen in Noord-Korea. Toch, je pretendeert een democrat te zijn en op deze manier ga je om met staatsburgers waarbij je staatsmiddelen inzet om mensen te gaan bedreigen op je werk. Ja. Hoe ver gaat het en wanneer gaat het stoppen? Ik weet niet, ik denk dat deze regering gewoon bezig is met een stukje fearmongering. Ja. Toch, we gaan de leiders van die protesten een kopje kleiner tikken en dan gaat de rest rustig zitten. Ja.
Als dat het is, dan zeg ik dat elke Surinamer hypocriet is. Ja. Waarom ik dat zeg? Want je zegt uit volle borst dat volle sli. Heer, jullie bieden naar Dede, hoe zou het tegen Saranam? Dan ben je ready voor Dede Saranam, joh. Ben klaar. Dankjewel, meneer Gentles. Zijn er andere mensen aanwezig die misschien hun input willen geven? Mag ik? Even een moment. Oké, Oké, dat het niet goed gaat in het land, allemaal zat. Maar dan was het raden morgen, denk ik. Het gaat niet. Vooral de mensbedeelde binnen onze samenleving, denk maar dat hij Queens denkt. En omdat ze misschien geen forum hebben om op te komen voor zichzelf, dat is ook een van de redenen waarom ik vandaag hier ben. Niet dat ik het slecht heb. Ja, maar als het zo doorgaat, maar slecht, dus dan stop. 1. Als de regering die nu aanzit niet bereid is het beleid dat ze nu uitvoeren te changen naar een sociaal-maatschappelijk vriendelijk beleid, wat ik betwijfel, dan mogen ze wel opstappen, ja. Maar dan komt nu mijn punt. Ze stappen op. What next? Ik heb niemand daarover horen praten. Wat zal het natraject zijn als ze opstappen? Zakenkabinet. Hebben we mensen die we geïdentificeerd hebben? Hebben we al met ze gepraat? Zijn ze bereid? Zijn ze bereid om die Ogiastal op te ruimen? Is dat het? En jullie mogen die namen nog niet noemen, nog? Nee? Oké, maar in ieder geval. Dus jullie hebben al, hoe zijn men het, een plan B. Klopt dat? Oké, plan B. Een andere zaak dat ik wil aanhalen. Het stuit me tegen de borst. Dat militairen met politieagenten samen patrouilleren. Kan, mag, waarom niet? Maar je gaat niet patrouilleren met een aanvalswapen, een AK. Het is een aanvalswapen hoor. Wisten jullie het niet? Een AK is niet voor Paramaribo. Nou, Boesitori weet dat keer. Maar niemand praat daarover. Nu moeten het afkeuren dat de politie met zijn pistool als, hoe zijn men het weer, Jimmy Ozi. Loop, therapie. Maar AK, na positori, dat kan niet. Na afstand, dat kan ook niet. Dat wil zeggen van, jij wil mij als volk, als Surinamer, wil je mij dwingen om mijn mond, die gado Jimmy, voor mij open voor taxant te zijn op mijn. Om het dicht te maken omdat ik bang ben voor die AK. Van de AK, Tron AB. Maar in ieder geval, dit was het. Meneer Atencio Martos. Goedenavond van mijn kant. Maar ik wil even correctie laten geven. Het is geen Marto, hè? Nog steeds Martin. Ja. Ik sta hier namens ABOS. Algemene Belangenorganisatie Suriname, die sinds 2005 tot 2007, 2000, noem maar op, dat kwestie van Richelieu, ontruiming en zo. En het was ook altijd grimmig. En Maja kan erover praten toen ik ook de Organic Movement ondersteunde met mijn mensen. Trouwens, Hellings kan het ook beamen. Zelf met mijn beenbreuk heb ik toch gezegd, ik geef niet over, ik blijf. Curtis kan ook erover praten toen we dan, voordat deze regering, die ons ook ondersteunde tegen corruptie en nepotisme en noem maar op hoeveel ze allemaal hebben gezegd. Ja, maar ik zeg slechts één ding. Want wij analyseren ook, wij hebben ook onze mensen. Wij zijn ook grimmig. En dat weten ze. En de president die minister was van Justitie en Politie, weet het ook, want we waren al eerder aan tafel. Ja, ik zeg alleen maar één ding, door schade en schande wordt men wees. Wat er gebeurd was 17 februari, en ik blijf het zeggen. Ja, er werd gekoept
Er werd misbruik gemaakt. Want je kan me niet komen zeggen dat we dan een vredesprotestmanifestatie gaan organiseren. Dan gaan wij nu plunderen en rellen. Het bestaat niet. En geloof me. Ze zijn wel diplomaten, maar ik denk dat ze niet diplomatisch genoeg zijn. Want die opgezette zaak is overduidelijk. Je hebt wetsdienaren in burgers midden de crowd die de crowd leiden. Je hebt tonners met mensen zien brengen. En zeg me eerlijk, en ik heb het laatst ook gezegd bij een van mijn interviews. Defensie moet niks komen zeggen. Ja? Militairen weten het. Als ik je aanhoud, ben jij mijn vijand. Probeer je weg te lopen, schiet ik je. Maar je ziet duidelijk dat die tonner werd gestopt. Mensen kwamen uit die tonner. Je ziet politiemannen gewoon staan, militairen gewoon staan. Dan zeg je duidelijk van dit is voor bedachte raden geweest. En dat was gebeurd aan de Waaldijkstraat. Na dat incident en na vandaag toch. Dus we kunnen dus een heleboel de hele avond dingen zetten. Maar we moeten dus nu wel met elkaar van gedachten wisselen van hoe verder. Welke strategie gaan we uitzetten om te voorkomen dat onze fundamentele rechten aan banden worden gelegd en uiteindelijk in feite voor ons onbereikbaar worden gemaakt. Ja. Dat ga ik dan gewoon mee. Dank u. Ja, dat ga ik direct afronden. Onze standpunt is dit. Want wij voelen het ook. Ja. Het moet gewoonweg onverkort doorgaan. Vreedzaam ook. Laten we alert zijn. Ja. Om te voorkomen dat dit ook weer niet weer gebeurt. Ja. En we zeggen van laten we onze hand samenhouden. Ja toch? Laten we dan onze hand samenhouden. En al moeten we naar voren gaan, dan moeten we gezamenlijk naar voren gaan nu. Ongeacht. Sorry. Mina chatou me de. Suggesties doen. Als we aan het woord komen, laten we het houden op het doel van de bijeenkomst. Laten we niet te veel terugblikken. Laten we niet in die trap vallen. We hadden het al gezegd aan het begin. Er is al zoveel gezegd over de gevolgen. En er is weinig gesproken over de oorzaken. Nu zijn onze rechten in gevaar als activisten onder andere. Als burgers ook. De heer Hellings had dat aangegeven, het recht op vrije meningsuiting is in gevaar. De heer Gentle heeft hetzelfde gezegd. En het was ook te zien aan banden leggen van social media. U weet al inmiddels hoe dat aanvoelt. En dat zijn allemaal signalen en dingen zijn geen verzonnen dingen, zijn feiten. Waar we dat gevaar al kunnen voelen. En als u aan het woord komt, alstublieft, er zijn zoveel mensen die misschien iets willen bijdragen. Mag ik wat zeggen? Tot de kern, alstublieft. Ja. Weet je wat ik me in gemoede afvraag? Zoveel jaren zijn Surinamers bezig met vreedzame betogingen. Maar onze president, onze leiding, hij toont aan niet te luisteren. Dus ik vraag me in gemoede af, moeten we gewoon doorgaan met onze vreedzame betogingen, terwijl de leiding helemaal niet luistert? Die man geeft aan, hij heeft scheid aan ons. Hij heeft lak aan het volk, wat je ook zegt. Met hoeveel mensen je ook op straat komt. Hij luistert niet. Hij doet gewoon zijn ding. Die man is koppig. Iemand moet met een goed plan komen. Waarmee wij indruk kunnen maken op deze leiders. Om hun gevoel eigenlijk aan te wakkeren. Van nee, we moeten nu gaan. Het is genoeg. Ik weet het niet. Er moet iets anders gebeuren. Want op straat gaan. Even maar op straat gaan. Vreedzaam. Hoe lang gaan we het doen? We gaan voor 2-3 uren en dan gaan we weer naar huis. En dan komen we weer. Die man luistert niet naar ons. Mevrouw Mars was eerst en dan bent u aan de beurt. Wacht, kijk Helen. Kijk.
Maar waar we ons wel van doordrongen moeten zijn, is dat in het staatsbestel, ja, in die democratische rechtsstaat, ruimte is voor vreedzame betoging. Er is geen ruimte voor eigen richting. Toch, dus dat moeten we ook niet gaan stimuleren. Dat gezegd hebbende, vreedzame betoging houdt veel meer in dan met pamfletjes rondlopen. En daarom hebben we u hier laten komen. Omdat u mede verantwoordelijk gaat zijn voor het succes dat jouw vreedzame actie gaat bewerkstelligen. Toch, je gaat ervoor zorgen dat er iets als een olievlek gaat optreden. Toch, en dat is nou precies het punt dat ons momenteel kilt in Suriname. Mensen zijn pas bereid, althans die indruk heb ik, om in feite te gaan strijden wanneer ze er een persoonlijk belang bij hebben. Voor een goed deel zijn ze dan pas bereid om die strijd aan te gaan wanneer ze er een persoonlijk belang bij hebben. Je merkt het bij grote delen van de samenleving, toch? Die slaan munt uit jouw actie en het moment ze hun dingen hebben bereikt, nou, dan zijn ze weer in de kamer, toch? En dan is het wachten tot de volgende keer dat ze weer eisen hebben die ze in feite gedaan willen krijgen van die overheid. U gaat dus mede bepalen, en daarom hebben we u hier laten komen om te denken. Misschien is het ook goed dat we daadwerkelijk het pad van die wandelmars gaan verlaten. En zeggen dat we elke dag, is maar een voorbeeld hoor, van 8 tot 3 uur bij de haven gaan zitten. Voor DNA gebouw gaan zitten met de massa. Toch? En dat wil ik zien als die volksvertegenwoordiger ons gaan negeren. Wanneer je die internationale aandacht krijgt, dan zullen we zien in hoeverre men bereid is om jou te gaan negeren. En we hebben nu, misschien hebben we het niet door, maar we hebben het getij wel mee. Die regering zit al in feite nu op meer dan 50% van zijn rit. En u snapt dat het moment gaat komen waarbij ze uw gunst weer gaan willen hebben. Dus ze gaan het zich niet te lang willen permitteren om die protesterende mensen daar te hebben. Omdat die opinie dus daar ook in een nadeel gaat werken. Okay, dankjewel meneer Hellings. Mevrouw Getrouw. Om even in te gaan op wat meneer Geoffrey dacht ik vroeg. Van wat hierna? Stel dat die regering aftreedt, is er een backup? Ja, die is er. Nog niet helemaal strak neergezet, maar ik ben aan het netwerken om een model op te zetten om te kijken op welke manier er een zakenkabinet geïnstalleerd zou kunnen worden. Maar dan moet je natuurlijk een bepaald profiel hebben waaraan ze moeten voldoen. Dus even tot zover. Daarnaast, wat voor protesten we ook gaan houden, hoe het ook gaan invullen, wil ik aangeven dat wij een beroep doen op de United Nations om waarnemers te plaatsen. Die moet je uitnodigen. En de OAS. Als jij een uitnodiging doet voor waarnemers, dat zijn mensen die eigenlijk geen partij zijn. Ze krijgen een bepaalde opdracht om de controle te behouden of van beide partijen de mensenrechten worden gerespecteerd. Los daarvan staat het ook in onze grondwet. En niemand staat boven die grondwet. Als we praten over protesten. Ik ben wat ouder. Maar ik heb mensen gekend die gaan slapen. Desnoods slapen we, overnachten we op het onafhankelijkheidsplein. We hoeven niets te zeggen. Maar we blijven daar. We blijven daar. Want als jij nu wil opstaan en je komt mij onderdrukken en jij verklaart de oorlog met jouw burgers, daarom kwamen ze met het zware wapen staan. Want als jij een wapen op mij richt wat in het bos moet, dan mag u kiezen. Ik kom uit de jaren 80. En er zijn oudere mensen hier die dat hebben meegemaakt. Wij zijn onafhankelijk geworden. En voordat wij de kans kregen om een identiteit neer te zetten internationaal, wat voor volk wij zijn, onafhankelijk, werden we onderdrukt. We hebben vanaf 1980 tot 1995 in angst geleefd, omdat mijn generatie dat geweld niet kende. En ik keur het niet goed.
Dus we moeten nu gaan nadenken. Willen wij in die onderdrukking blijven? Die ene komt, die ander gaat. Of gaat u wakker worden om te zeggen, we willen dat niet meer. De ouder kende dit. Volksmilitie. Volksmilitie, kent u die tijd nog? Meneer Hellink sprak net, mensen worden op een werkvloer aangevallen. Volksmilitie. Je was bang om naast hem te zitten. Want owee, als je een verkeerd woord zegt, word je opgehaald. Of het nou waar is of niet. Als ik niet van je hou, meld ik je aan en ik lieg voor je en ze rammelen je. Want er is ook misbruik van gemaakt. Wilt u die situatie weer, dan mag u thuis blijven zitten. Als u zegt, nee, we pikken het niet meer, er is een andere generatie hier. Met andere gedachten, geschoolde krachten in dit land, mensen met capaciteiten. Laten wij ouderen ze die kans geven om te voorkomen dat we diezelfde rotzooi krijgen. En wanneer we zover zijn, gooien we al die grenzen open. En zeggen we Amerika, Europa, Frankrijk. Wat hier is komen schuilen in de criminaliteit. Kom jullie ze halen. Wij hebben die mogelijkheden niet. Kom ze halen, ruim ze op, donder ze op en dan is het klaar. Al moet ik alleen op onafhankelijkheid gaan liggen en zitten. Wie is Miwa is donderdag op bord. Ik heb voor maandag een stille tocht aangekondigd. Het kan me niet schelen. Luister nou, jullie moeten goed nadenken. Ga jullie rechten na. Ik kan niet zomaar een hek hier zetten. Het is afgesloten. Er hoort een bord bij te zijn. Artikel zoveel, zoveel. Om die en die reden is deze weg afgesloten. Verboden toegang. Artikel zo en zo en zo. Ik kan dat hek opschuiven. Kan gewoon. De openbare weg is voor ons allemaal. De openbare weg is voor ons allemaal. Dat hek kan blijven staan. Hoef het niet te breken. Maar ik kan er tussendoor en ik ga daar liggen. Of u gaat pinaren. En wij worden geestelijk mishandeld. Onthoud, er zitten hier mensen die nog een helder verstand hebben. Maar er zijn ook mensen die dat niet meer hebben. U moet u ook kunnen plaatsen in de nood van een ander. Ik hoef hier niet te zitten, ik heb het goed. Mitori City. Maar er zijn medemensen die het moeilijk hebben. Kinderen gaan zonder brood naar school. Er zijn leerkrachten die thuis brood maken. Om rond te rijden op scholen om ze brood te geven. Er zijn ouderen in de bejaardentehuizen. Die niet eens een pamper hebben om te dragen. In die visserij waarin ze liggen. Ik train nu op de voorgrond. Ik zit in het veld. Ik krijg elke dag mensen bij me die klagen. En dat maakt dat ik sterk ben, dat ik bereid ben om daar te zitten. En als je wil, kan je met de Oesie komen. Burger, net gepensioneerd docent Nederlands. Mensen, ik weet heel weinig van politiek actie voeren. Maar mijn grote verlangen is, vanaf voor de actie van Pakito afgelopen vrijdag, is dat we andere middelen gaan zoeken om te protesteren. Middelen waarmee we de tegenpartij geen wapen in handen geven. Laten we alsjeblieft niet meer op straat gaan. Dat is mijn verlangen, mijn hoop. Mijn voorstel. Waarom kunnen we niet onze mensen, iedereen, want iedereen voelt het. Want die mevrouw had het over die leerkrachten die brood brengen voor die kinderen. Maar weet je hoeveel leerkrachten, ik ben leerkracht geweest, hoeveel leerkrachten zelf geen brood hebben om te eten. Ze verdienen 3000 gulden hoor.
Als ze van de kweekschool komen of minder, zijn mensen die minder verdienen. Die hebben ook geen brood om te eten. Die kunnen hun wifi-rekening niet meer betalen enzovoort. Heeft u, sorry dat ik het onderbreek, heeft u nagedacht? Dus u zegt liever niet op straat. Dat ja. Ja, ik denk dat we iedereen kunnen proberen te mobiliseren. Jullie moeten die kracht, die mogelijkheid hebben in je groep. Om iedereen te mobiliseren om één dag dat land plat te leggen. Iedereen. Misschien voorlopig één dag. Ik stel voor dat we één dag, om te beginnen, één dag thuis blijven. Iedereen, voor elke winkelbediende, elke onderwijzer, elke lantimang, elke particuliere persoon blijft thuis. Ik ben me ervan bewust dat sommige mensen dat niet zouden durven. Ik heb toevallig iemand in mijn dichtbije omgeving, die werkt op een bank, heeft een belangrijke positie op de bank. Als je niet kan thuisblijven omdat je actie voert, meld je ziek. Of bel dat je geen benzine hebt kunnen kopen. Of neem verlof voor mijn part. Maar die ene dag moet dat land platgelegd worden, lamgelegd worden. Je geeft eigenlijk aan, vandaag alle winkeliers hun deuren sluiten en niemand gaat werken. Niemand gaat werken. De winkeliers moeten ook niet werken, dus ook hun deuren sluiten. Niemand gaat werken, nergens. Dan wil ik er wel aan koppelen dat we hele specifieke dingen moeten eisen. Een specifiek ding als, pak je touw, moet vrij. Een specifiek ding. Maar ook specifieke dingen als, want het is te algemeen om te zeggen of te vragen, de prijzen moeten omlaag. Snap je? Dat kan de president niet even regelen. Maar we moeten bedenken, specifieke dingen formuleren zodanig dat ze uitgevoerd kunnen worden. En als er niets uitgevoerd is, dan gaan we na een week of na 3 dagen voor mijn part weer een dag plat. Dat was mijn voorstel. Meneer Veller en dan meneer Resch. Goedenavond mensen. Mijn naam is Rendel Veller, ik ben veel bekend als activist. We hebben gezien dat bij de vorige protest van Pakito men ons heeft gesaboteerd met het internet. We moeten nu komen met andere oplossingsmodellen. Wat gaan we doen om toch met het volk in contact te blijven? We kunnen andere platformen gebruiken zoals bijvoorbeeld Zoom hier weer. Skype en zo. Platformen waar de overheid geen... We moeten andere platformen gebruiken waar de overheid geen grip op heeft, zoals Skype en Telegram en zo. Want de overheid kan je ook boycotten, want als we over straat gaan, kan men zeggen van ja, storing bij telers, dus gewoon een boycott manier bijvoorbeeld. Wat gaan we doen aan de strijders die zijn opgesloten nu? Gaan we ook voor hun protesteren, want wie van je draaien aan activist is niet verantwoordelijk voor de rellen die zijn geschopt eigenlijk. Een activist dient de overheid zelf te benaderen en met de activist te praten over de ontwikkelingen van de protestactie. En ik vind het triest dat wij als activisten nog steeds hier zo staan, terwijl Oebrada's rood. Wat gaan we ook doen, is mijn volgende vraag. De overheid ziet dat we eigenlijk protesteren voor een aantal punten. En dat dingen niet goed gaan en we hebben de punten aangekaart. En dezelfde avond, alleen in Suriname gebeurt het hier zo, dat de overheid dezelfde avond gewoon olie verhoogt zonder dat we bekend te maken. Dat betekent dat de overheid zelf het volk het oorlog toeverklaart. Zoals de dame daar eigenlijk zei. Ik vind vreedzaam protesten heel goed, maar als jij als overheid de burger oorlog toeverklaart, kunnen wij daaraan niets doen. Dus wij moeten ook onszelf veilig stellen om te zeggen, maar luister naar de overheid. Wij houden onze actie, ongeacht wat er gebeurt. If was maar dit, if was maar flow, of zo, onze actie gaat gewoon doen. Want ook dat moeten we gaan leren. Dat de overheid met jou moet afstemmen als activist, wat je wilt doen als next step. Dus wat zijn de plannen van jullie? Hebben jullie een dag uitgepland voor een aantal dagen? Om te protesteren, ga gewoon als pakket er één dag gaan en dan stopt de actie. Weet je, heb je backup, heb je order dienst. We moeten echt gaan leren uit de acties nu. Dank je wel, meneer Veller. Iedereen die een zegje wil doen, zou je alsjeblieft hier een rij willen vormen?
Ja? Hi, Derek van den Berg. Ik heb heel wat goede ideetjes gehoord. Alleen wat ik mis, ik heb het van een afstand gevolgd. En eigenlijk mis ik die effectiviteit. Mijn mening, ik denk als je dit heel effectief wil doen, moet je de regering op zijn zwakke plekken raken. Denk aan de economie schade toebrengen. Denk aan Nieuwe Haven. Denk aan Sanderij. Ik denk als je Sanderij een dagje dichtgooit, dat ze een heel groot probleem hebben. Snap je? Want je kan de 60 keer naar het plein gaan, maar als je daar zit, het boeit Santokki niet. Hij gaat gewoon eten. Hij gaat gewoon naar huis, hij gaat gewoon slapen. Snap je? En die militairen staan daarvoor. Punt 1, je brengt je eigen mensen in gevaar. Dat wil je niet meer. Snap je? Dus je moet het nu slim gaan spelen. Want je kan weer naar het plein gaan. En tuurlijk moet je die eenheid en die kracht, die moet je behouden. Dat moet je sowieso doen. Maar je moet nu slimmer gaan denken. Want als hun op een dag 40, 50 miljoen mislopen, geloof me, dan gaan ze anders nadenken. Dus hou je dat even in gedachten dan. Ja? Dankjewel. Goedenavond iedereen. Ik ben even zien nu achter, dus niemand jullie me niet kwalijk. Oké, abon, mo taxer aan Anton en onoot heb me kwalijk. Mijn brief is van Alamang Konja Makandra. En abon, boom, doe bestaat voor ben Singapore-Luxist Makandra. Omdat Uja, voor fetigis rana, dus afvolgt het afvoeren. En die libite na dede, wie sa fetigis rana. Dus eerst volgende keer, hoe maak dat de a startpunt voor ons. En dat was het ook. Einde. Ja, einde zo. Ja. Dus, Samuel Antaki, mo Lucasan volgens Bijbel. If you look at a story for Moses na Farao. God send Moses that go pull me people out of Egypt and try and go to the of the land. Then, you see that, if you follow like a story that the Bible, you can follow like a story. Want the Moses go na Pharaoh. God be a push in temple like Pharaoh for a people be ka konfri. And if that no sari, Pharaoh after follow Moses for kill Moses na a follow dati. Masa God do? God no latin too. Na Pharaoh wano dede, ma ala de man sabe den kitak de bo kill Moses ala mala dede. Dus A follow, tempo testen like adults or one breaking. And up see like, am I afraid for the one stop? But like the one at bay. Am I afraid for the tap look happen? Do that. No, I like I'm not telling for the tap we're going to DNA. Going to try up see that track it to see. And I'm going to say, can you photo me? God don't give me a weapon. Is that some weapon? Ex-president Bouto is about to do a spray attack or boss again. If I boss down, boss, if I panya down, panya. Me abenja, mami no drying. My ex-president Bouto is about to do a spray that. And check one son, who look at the hearing. Say, sir, MPS go all the way talk. Again, a boss ting. Again, a boss. Upon no eye. And no sooner MPS go all the way to Gado a boss again, Tintin. And if Unu no ma doing, I follow no ma doing, Gado se ref o doing. And the man is no making fifi ari langa. Bleep me some attacky. Goedenavond. Net als jullie ben ik hier vanavond omdat ik ook graag een beter Suriname wil. Ik kan u zeggen, die avond van 17 februari ben ik gaan slapen. En ik lag op mijn kussen en het enige wat ik hoorde was kogelschoten en brekend glas. Ik heb dat voor het eerst meegemaakt. En ik kan u zeggen dat ik mijn volk, mijn land, voor het eerst zo heb ervaren. De vrede, de liefde, de saamhorigheid, broederschap, al dat is nu verloren gegaan.
voor het eerst maak ik mee dat we eigenlijk weer in een soort rassenstrijd zijn gaan belanden. Iets wat we eigenlijk al voorbij waren. Maar we zijn teruggevallen erin. En ik denk bij mezelf, maar ziet men het niet, hoort men het niet, voelt men het niet, is het zo dat de mensen hun geaardheid dusdanig zo is dat men zoiets heeft van, it's all about the money, na ons de zonvloed. Ik heb een beetje zitten nadenken. Ik ga eerlijk zijn, toen ik het las dat dit eigenlijk online zou zijn, dacht ik, oh jezus, eigenlijk zou het privé moeten zijn. Maar ik begrijp ook jullie invalshoek waarbij jullie zeggen van nee, we willen alle Surinamers erbij betrekken. Strategisch, want ik ben altijd strategisch aan het denken, is het voor mij belangrijk dat je meerdere groepen meeneemt als je succesvol wil zijn in hetgene dat je doet. Er zijn mensen die willing zijn om de protestacties te ondersteunen. Maar dan heb je zoiets van ze hebben geen geld. Heb je zoiets van ze zijn slechter been. We hebben allerlei verschillende facetten die een rol kunnen spelen waarom bij de mensen niet kunnen komen om als één vuist daar zo te staan met jou op het plein. Ik stel voor dat we dus actiemodellen brengen, net zoals deze mevrouw het aangaf, van kijk, vanaf nu, vanaf volgende week maandag, iedereen blijft thuis. We zetten de economie vast. Ik ben geen voorstander van we gaan nog praten over ombuiging van zaken. Dat hebben we al gedaan als Organic. We hebben gezien dat het eigenlijk water naar zee dragen is, want je zegt hallo weg van hier en de volgende week zetten ze dan bij EBS. Snap je dus? Dat gaat gewoon niet meer op. Ik heb zoiets van, kijk, beste mensen, jullie moeten weg. Jullie kunnen het niet doen, we weten het, dat jullie het niet kunnen doen. Het gaat niks worden. Oesabik banonu, dat zou wij doen. Jullie zijn gewoon bezig de tijd op te maken. Gewoon een beetje, nyam nyam, een brandje blussen hier, een brandje blussen daar. Kijk, hou jij iets? Een commissie daar. Snap je? Maar het is niet echt iets waar we echt kunnen kijken naar een perspectief voor de jeugd. We kunnen niet meer bouwen. We kunnen niet meer ondernemen. Ik kan nu zeggen, als ondernemer is mijn bedrijf, ik zit in de zwaar materieel, mijn bedrijf is zwaarwichtig achteruit gegaan. Want ik kan niet competen met alle dollars die ik nog steeds erin moet zetten om dingen te vervangen. En aan de andere kant kan ik ook niet komen bij de klanten steeds weer en zeggen van oké, u wilt een graafmachinejob hebben, kijk, dit is 15.000 SD, dit is 20.000, die mensen hebben het geld niet. Dus ik heb zoiets van, strategisch gezien moeten we komen met andere modellen, dat is de rode draad. En een van de modellen is, iedereen blijft thuis. Beste winkeliers, we gaan staken, bijvoorbeeld vanaf maandag. Is je eigen risico als je je winkel openmaakt? Is jouw risico wat à la prés moet taboe? We zijn geen voorstander van plunderen. We zijn geen voorstander van vernielen van andere mensen. Maar we willen echt nu een oplossing hebben, integraal voor iedereen. Dus daarom zeg ik, laten we in deze kroetoavond ook kijken naar verschillende modellen waarbij wij succes kunnen bereiken. Ik wil ook aangeven, als je gaat voor één dag actie, dan eigenlijk heb ik zoiets van dat doen het doen. Dat is lastig. Dat ding is, kijk nou, vanaf nu, uno wani moro, je moet weg. Dus dan gaan we beginnen bij maandag. We tappen. Dinsdag, woensdag, donderdag. So, je moet weg. We willen niet meer komen praten over wat je gaat doen voor ons, wat je denkt, welke commissie je. Uno wani rasan dat moro. Want je bent niet in staat om vrede te brengen. Je bent niet in staat om te zorgen voor een goede basisvoorziening voor onze gezondheid. Je bent niet in staat om te zorgen dat we kunnen eten. En een van de dingen die mij persoonlijk raakt is de gezondheidszorg. Ik kan u zeggen, ik ben onlangs geconfronteerd met het bericht van meneer Breveld. Dat meneer Breveld dus voor beterschap weg moest. En dan hoor ik, het zijn Vincentius was eigenlijk bezig met een apparaat die ze nodig hadden om ervoor te zorgen dat je kanker vroegtijdig kan ontdekken.
En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een wachttijd hebt van 48 uur, 24 uur. En dan zeggen ze, we zeggen het af omdat we geen geld hebben. Misschien een 200 zoveel duizend US dollar. Maar er is wel geld om 600.000 voor een reis naar India. Er is wel 1 miljoen voor Dubai. En wel Sirana Maedede. Snap je? En ik kan niet echt afronden, maar ik wil zeggen. Bij deze regering is aspect mens niet meer belangrijk. Suma de. En dat kunnen we niet meer hebben. Dank u. Goedenavond. Als Surinamer, dat doet het me ontzettend veel pijn. Als ik kijk naar de ontwikkeling in het land. Je komt maar niet vooruit, je kan niet sparen. Je kan geen geld aan de kant zetten, je kan geen leuke dingen doen. Dus het is alleen werken, uitgeven, werken. Aan het eind van de maand is je geld net genoeg, of misschien niet eens genoeg, om al je voorzieningen, om alles te betalen. Het heeft me ontzettend veel bezig gehouden de afgelopen dagen. En ik dacht van, hoe lossen we dit op? Hoe lossen we dit gezamenlijk op? Ik heb een idee, ik weet niet als het bij kan dragen, maar ik heb zoiets van, weet je wat, het is alles plat. En het is ook niet maar één dag. En wie niet kan komen, wie niet wil komen, of om welke reden dan ook. Die mensen kunnen dan thuis blijven. Ik heb inmiddels een flyer laten maken. En als het ware, is het meer bestemd voor die mensen. Als ze thuis willen blijven, dan mogen ze die flyer op hun profiel plaatsen. Dan doen ze eigenlijk mee met het protest, maar dan zijn ze thuis. Misschien zijn ze bang, misschien kunnen ze niet, misschien willen ze niet. Dan ligt het aan hun. En eerlijk gezegd, ik was niet de mening toegedaan dat de overheid meteen naar huis moest. Ik wilde graag dat. Kijk, als je gaat protesteren, ga je met een doel. En het is altijd. Ja, ik heb vaker gezien dat men protesteert. En een hele groep komt bijeen en dat is het. 1 dag, 2 dagen en dat is het. Er is niets veranderd. Of maar voor een moment zie je maar een kleine verandering en dat is het. En dan komt er weer een andere groep, dan protesteren ze weer. Dus ik vind dat we deze keer ieder moeten betrekken bij de protestacties. Alles plat, is het echt werkelijk alles plat. En ik vind dat de eisen, we meer moeten gaan eisen van de regering. Ik wil dat je inlevert. Wij hebben zoveel jaren ingeleverd. Maar wat levert de regering in? Wat leveren ze in? Even kijken hoor. Ik had een aantal punten geschreven. Dus wat leveren ze in? Ze leveren niets in. Wij werken voor hun, zodat hun kunnen verdienen. Maar uiteindelijk, ja. Dus ik vind dat ze in moeten leveren. Wat er gestolen is onder hun bewind moet ingeleverd worden. Ik vind dat ze niet zoveel geld hoeven te verdienen. En ik ben een voorstander van no work, no pay. Als wij geen resultaten zien binnen nu en ja, hoeveel maanden zou je ze dan de tijd geven? Dan moeten ze geen geld verdienen. Ze moeten geen geld verdienen. Wij betalen ze. Ik denk dat we dat moeten gaan beseffen. En ik vind ook dat we moeten nu iedereen betrekken. Het bedrijfsleven, de militairen, want ik zie dat ze omgekocht zijn door pakketten van de VP. Sorry hoor, maar ik zeg dingen zoals ze zijn. Ik heb gezien dat de VP pakketten heeft gegeven. Oh, sorry, de bushouders. Sorry hoor. De bushouders. En dan vind ik het jammer, want dan een pakket, alleen houd je mond, eigenlijk snoer je mond met een pakket en dat kan niet. Dus ik vind dat we vandaag, als we van hier gaan, wil ik wel een oplossing. Ik ben niet gekomen om van hier te gaan en geen oplossing te hebben voor ons.
Oké, die meneer, die meneer. Oké, maar we gaan een afspraak maken. Als je aan de beurt bent, volg een rij. Ik bied ons naar in een rij, dan gaan andere mensen een jouw beurt geven. Goedenavond. Goedenavond, meneer Diego. Hoe gaat het met jullie? Aneko. Aneko. Wanneer ik nu hier sta, dan zie ik... Silence. Wanneer ik nu hier sta, dan zie ik verschillende Surinamers. Mensen, geschoold, ongeschoold, rijke, arme mensen. Mensen die hier zijn, maar meer nog, allemaal ondanks hun positie in die samenleving, hebben we allemaal één probleem. Het gaat niet goed met ons land. En wanneer we nu dat bespreekbaar maken, we maken tijd om bij elkaar te komen... En ik heb heel mooie ideetjes gehoord, vooral van mevrouw Sluisdam. Maar er is iets dat je moet weten en waarmee we eigenlijk niet eerlijk zijn met elkaar. Omdat jij en ik naast elkaar kunnen staan, maar op den duur heeft iedereen hun eigen belang. En daarmee moet je rekening gaan houden, vooral als je gaat protesteren. Sommige mensen, zoals we net hebben gehoord, sommige mensen in je crew gaan onkoopbaar zijn. Sommige mensen gaan je strategieën verkopen. Sommige mensen gaan zelf in jouw eigen kamp proberen het te saboteren. Omdat 80% van de mens, als we kijken naar de afgelopen tijd, zijn we makkelijk omkoopbaar. We hebben inderdaad mooie strategieën gehoord. En ik ben volkomen eens. Niet op straat gaan, dit, dat, zo. Maar jullie vergeten één ding. We vechten tegen een regering... Een arm volk dat geen geld heeft tegen een regering dat wel geld heeft. Een regering dat kan zorgen dat je internet saboteert. Een regering dat zorgt dat je juiste olie aan een prijs omhoog gaat dat je niet kan komen. Een regering dat alles heeft om jou weg te drukken. Een regering die recht en wet aan de kant zet. Alleen omdat ze bang zijn voor de macht. Dat wij ze hebben gegeven om het terug aan je te geven. Dat moet je onthouden. En een van de belangrijke dingen is, net wat mevrouw Sluisdam heeft gezegd, van ja, we moeten niet protesteren. Dat we niet meer op straat moeten gaan. En we hebben zaken genoemd, haven, douane. Het zijn allemaal mensen die 100% voor die overheid werken. We zijn nog niet daar om al die groepen bijeen te roepen. Dus een van de belangrijke dingen is, we moeten een manier zoeken, intussen dat we goede projecten bewerkstelligen, dat we nog steeds onze stem laten horen en op een of andere manier bewijzen. Want niet alleen wij kijken naar onszelf, de wereld kijkt ook mee. En hoe meer je aan die wereld wijst dat het niet goed gaat, want altijd die protesteren bewijzen van something ain't going good in that country. Dus als je nu achter de schermen gaat komen en zeggen van, oh nee, want ze kunnen altijd een mooi verhaal verkopen. Dus ik zeg twee dingen. Je gaat het eigenlijk in twee facetten moeten doen. Je gaat op een of andere manier door moeten protesteren, maar met misschien goede afspraken. En je gaat dan al die ideetjes wat we bijvoorbeeld van mevrouw Sluisdam hebben gehoord, wie we moeten betrekken, ga je door op de achtergrond moeten uitwerken om tot nu toe je doel te bereiken waar je met punt 1 met Suriname wil gaan. Dank u wel. Goedenavond allemaal. Ik ben Waldi Tuinvoort. Ik ben agro-ondernemer. En wat ik wil zeggen, wat ik vrijdag heb meegemaakt, wil ik vastgeven aan de activisten. Activisten, jullie moeten niet stoppen. Morgen pakken ze jou op. Morgen pakken ze die op. We moeten door blijven protesteren. Zolang Paquito daar zit. Zolang Paquito daar zit, moeten we doorgaan. Uno kan stop. Guatemala don't take you, don't take me. Je hebt zo net iets gezegd de winkel sluiten en ik was aan niet naar je schuld. Mijn naam. Ik ben beklad omdat ik dat op Facebook heb gezet, 5 dagen voor de verkiezing. Winkeliers, sluiten jullie winkels. 5 dagen voor het protest. Voor het protest, ja. Sorry.
Ja, ik zeg verkiezing. Voor mij mag de verkiezing al morgen zijn. Maar voor het protest. Ik ben... vandaag sta ik ook weer in de krant dat ik met opruiming bezig ben. Ik ben niet met opruiming bezig. Ik zie en ik ken wat de onder... Alaste trapu voor na efiri. Misapsa de maifiri. Misapsa na ghetto. En dit was met dat ghetto, moeten jullie niet verkeerd begrijpen. Het is een benaming van de mensen aan de onderkant van de ladder. Dat nee. En daarom zeg ik, wij activisten vooral is dit, hè. Blijf doorstrijden. Free your activist die daar zit. We zetten hem vrij en dan kunnen we de plannen uitvoeren wat iedereen geeft. Yes. Hey, we gaan dat douane, wat op douane, we doen dat. Maar free Paquito eerst. Kijk, ik ken Paquito niet. Ik heb Paquito leren kennen vrijdag op die podium, omdat ik mijn zegje wou doen wat er in de krant over mij staat. Zo heb ik Paquito leren kennen. Ik heb Paquito wel jaren gevolgd. Ik heb mijn zijn neusje ken mij. Op het net ben ik een... ben ik een terrorist. Maar ik... Van echte leven bij de leven. Ja, dat is het. Maar daarom zeg ik... we moeten onze activisten beschermen. Want ze staan niet voor zichzelf op. Nee. Ze staan voor jou, voor je kinderen. En vrienden van mij zeggen me... ik waarschuwde je elke keer. Ik zeg, maak je niet druk, je hoeft niet op te komen. Ik kom wel op voor jouw kinderen. Met dat in af op, niet echt op de Joep-team. Want Joep-team aan Miep-team toe. Want de Joep-team voor wat doen als straat, moet je peng. De Miep-team voor wat doen als straat, niet echt ervan uit dat je je peng. If you know je peng, vader ziet en hij weet. En daarom zeg ik dit, steun uw activisten. We moeten doorproces, vreedzaam. Look hoe de mensen dat komt voeren, dat moet je gaan plunderen en zo. Dat moet je altijd calculeren. Wanneer je een protest en het grootste is, het veiligheid van Suriname heeft nou gefaald. Min aan één. If de man kan liggen aan winkel dan een. Hé, je hebt toch die winkeliers aan hun lot overgelaten. Brother Anokan, ik stond erbij, ik stond precies zo, mee, denk ik dat. Anokan, onze activisten blijven poweren. Paquito moet eruit. Yes. En we gaan door om Paquito eruit te halen. En dan kunnen we verder gaan. Kan dit Tamara, de man komt tegen me omdat ik ze gaan weer vinden. Ik ben met opruiming bezig. Oké. Okay. Yes. Only love. Goedenavond. Goedenavond samen. Ik ben Kwame. En luider, serieus. Ja. Nogmaals, ik ben Kwame. En... ik wil ieder bedanken die hier aanwezig is. Ik heb vanavond gehoord dat deze bijeenkomst er zou zijn. Dus ik dacht, ik moet er wel zijn, man. Zo, ik ben hier, right? Ik heb wat documenten uitgeprint. En ik zou graag wat informatie met iedereen hier willen delen die aan zelfstudie wil doen. Om wat bewuster te worden van waarom dingen gaan zoals ze gaan, right? Iedereen gelooft hier dat slavernij voorbij is, niet? Slavernij, nee, we staan horen toch? We zijn allemaal vrij, niet? Ja of nee? Begrijp je? Laten we eerlijk zijn, zijn we vrij? Is slavernij voorbij of niet? Nee, we zijn niet voorbij. Het is gewoon gemoderniseerd. Oké, goed. Zo, nu. Een slaaf is iemand die niet voor zichzelf kan bepalen of mag bepalen, toch? Ja. Heb ik het goed? Ja. Oké, nu. Kunnen wij voor onszelf bepalen? Nee. Zo, is slavernij voorbij? Nee. Oké, hier, we hebben heel wat instrumenten waarmee we rondlopen. We geloven dat het van ons is, maar ik ben erachter gekomen dat het van de staat is. Die corporatie, dat bedrijf, dat slavernij in stand houdt nog steeds. In de vorm van je moet belasting betalen en dat soort dingen. Right? En als je kijkt bijvoorbeeld naar een paspoort waarvan je gelooft dat het jouw paspoort is, of rijbewijs of ID-kaart. Zijn jullie er nog? Dan ga je zien hoe je naam staat geschreven. Oké? Okay? Je tekent ervoor, dus je gaat akkoord met dat contract wat het is. Right? Oké, okay, nu. Op school leren ze ons hoe we onze naam correct moeten schrijven. Nu, de regels van het correct schrijven van een naam is... Eerste letter, hoofdletter, gevolgd door...
Kleine letters. Kijk nu op die documenten waarmee je rondloopt, dat je ziet als identificatiebewijs hoe jouw naam geschreven staat. Dan denk ik dat je wat bewuster gaat worden van, maar wacht even, waarom alleen maar hoofdletters? Oké? Okay? En dan heb je strawman. Dus wat ik heb begrepen is dat wanneer ouders hun kinderen gaan registreren bij CBB omdat ze geloven dat dat een plicht is, dat ze zonder dat ze weten hun kind aan de staat geven als slaaf die belasting moet betalen om die nationale schuld die kleine groep criminelen waarvan mensen geloven het zijn onze leiders, betalen. Snappen we dit? Oké, okay, zo. Als we dit begrijpen, dan gaan we merken dat we niet per se meer hoeven te gaan demonstreren. Maar ik ben wel voorstander van overnachten op het onafhankelijkheidsplein. Jeetje, die plek is belangrijk. Als we daar gewoon vreedzaam kunnen chillen en overnachten zoals u heeft aangegeven, ben ik ook daar. Dan koken we, eten we, drinken we daar. Dat gaan we zien van AI. Nog één ding. Ik ben uw naam vergeten. Heer Geoffrey en mevrouw Getrouw hebben eerder hetzelfde opmerking gemaakt. U in het Sranto, u in het Nederlands. De biggie goni zat in mijn horen naar foto. Na Gibusi. Toen dacht ik, huh? Hoezo Gibusi? Ja, is voor het bos. Huh? Hoezo voor het bos? Ik ben gedeeltelijk van de mensen die in het bos wonen. Ik ben nakomeling van die vrijheidsstrijders die ervoor gezorgd hebben dat slavernij opgeheven is in Su. Right? Dus ik denk van, moeten we niet allemaal samenkomen of willen we onszelf nog steeds gescheiden houden? Want als we dat doen, guess what? Daar hebben we bij voorbaat aan verloren. Begrijp? Goedenavond, mijn naam is Dahu. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken. Mijn naam is Dahu. En de situatie in het land had voorkomen kunnen worden. Deze regering is gekomen met een leugen aan de macht. En zij die het niet begrepen, ik ga vandaag jullie allemaal vertellen. In dit land verdienen we genoeg geld. Wij ontbreken $1.3 miljard op de centrale bank. Dat de regering, meneer Santoki en meneer Brunswijk, rijdt met 9 auto's en vliegt met helikopters, dat is een signaal naar jullie allemaal toe dat deze regering niet bezuinigt, nog bespaart. Maar het volk houden ze steeds voor de gek en ze vertellen het volk, geld is er niet. De vorige regering heeft schulden gemaakt. Maar die schulden, daar houden ze geen rekening mee. Want ze betalen geen schuld. Zij betalen geen schuld, dus ze moeten dat niet noemen. Ze verschuiven de schuld. Ze verschuiven die betalings, de aflossingtermijn naar de volgende regering. Wat deze regering aan het doen is, is jullie opzettelijk verarmen. En zij leiden een luxe leven. Mij. Ik weet al hoeveel geld verdwenen is van de centrale bank. Chan, de president van Suriname, roept dat hij $1 miljard heeft gespaard. Houdt u de rekening mee? Oppenheimer kan anytime vragen naar hun gelden. En de leningen van Oppenheimer zijn al opgelopen tot $800 miljoen. Dan vraag ik me af wat die borstklopperij betekent. Want als je die 1 miljard min die 800 miljoen weghaalt, dan blijft er nauwelijks 200 miljard over. Dus als, sorry, 200 miljoen over. Dus zij die het niet begrepen, met deze regering aan de macht, wordt die gat en die ravage alsmaar groter. Dat is wat ik jullie wil meegeven. Dus hoop is er niet in deze regering. Deze regering heeft het niet eens geprobeerd om ons eigenlijk dat grotere hoogte te brengen vanaf 16 juli 2020. Je hebt zelf gezien wat die koersen doen. En gelooft u mij maar, die koersen die we nu hebben, zijn geen realistische koersen. Die koersen zijn eigenlijk nog hoger. Want er wordt via de staatsolie, wordt er goedkoop dollars verkocht voor vrienden en familie. Onthoudt u dat goed? Ik heb gecommuniceerd
met de coördinator van het IMF op Facebook. En zo heeft die man uitspraken gedaan. En dan zie je dat er gelden worden geïnterveneerd. En dat is niet de bedoeling van IMF. Vandaag zitten we aan de IMF, want het is nergens voor nodig geweest. Geld ontbreekt. We moeten nu in werkelijkheid 2,3 miljard US dollar bij de centrale bank hebben. IMF was niet nodig. Dit doen ze opzettelijk. Ze zitten met een verborgen agenda. Dit is wat ik jullie wilde meenemen. Dank u. Goedenavond, ik ben Aditya. Ik wil alvast aangeven, dit is ook een vorm van protest. Toch, ik hoop dat jullie dat weten. Protesteren kan in verschillende vormen. Dit is ook al een vorm om aan te geven dat we oplossingsgericht gaan naar de toekomst. That being said, wil ik alvast zeggen, we hebben één premier gehad, die heeft gezien het land ging niet goed. Hij heeft het toen opgezegd. We hebben maar één democratische president gehad en dat is Bosje. Whatever he did, het feit is, hij heeft zijn mandaat afgestaan. Hij hoefde het niet te doen, hij kan ook gewoon blijven zitten als Chan. Hij heeft gezegd, no, het volk wil niet, we gaan gewoon door. Verder wil ik ook zeggen, we hebben verschillende vormen van protest, dat zei ik al eerder. Maar ik zag vaker dat mensen tijdens het proces zonden van, ja, jullie zitten thuis. Mensen zitten thuis, maar ze schrijven op Facebook. Social media is nu namelijk een van de middelen die gebruikt kan worden om te protesteren. Schrijvende vorm is ook een protest. We moeten niet vergeten Wesje. Het lijkt raar, maar Wesje maakte grappen over de politieke zaken. En Wesje heeft zo dusdanige impact gemaakt dat mensen tot nu toe nog bezig zijn te kijken naar zijn dingen. En zeggen van, hé, de situatie was toen zo. Het blijkt nog steeds dat het op dit ogenblik zo is. En we zien dat het alsmaar doorgaat. We kunnen sit-ins hebben, dat is ook een vorm. En je kan het op verschillende plekken doen. Je hoeft het niet per se te doen op een afhankelijkheidsplein. Er zijn meerdere strategische plekken waar je kan gaan. Sommige mensen gaan aan zanderij. Sommige mensen kunnen aangeven bijvoorbeeld, even goed nadenken, centrum. Ja, oh, Nieuwe Haven is ook een punt. Maar we moeten alvast niet vergeten dat met strategie en planning, dat je ook mensen achter je moet hebben. Je moet ook safety patrol people hebben. Een safety patrol, daarmee bedoel ik natuurlijk mensen die dan ervoor zorgen dat als ze zien van hey, iets gaat mis, dat ze signaleren van hey, kijk even naar die kant, laten we het even terugbrengen. Want we hebben gezien wat 17 is gebeurd, ik was toevallig erbij en het was heel alarmerend. Maar ik snapte het wel op dat ogenblik. Dat was eigenlijk mijn bijdrage vanavond. En als laatste, ik heb op de hoek van de gemeente Heijbroek-Pondelaan heb ik een charger-achtig ding gevonden. Kan ik bij Curtis afhalen. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik wil even nog een aanvulling doen. Er zijn zoveel suggesties gedaan. Misschien kunnen wij een draaiboek maken om voor elke dag een vorm van protest in te vullen. Dus niet met pauzes, niet één dag en na drie dagen weer. Maar die verschillende vormen moeten zodanig ingevuld worden dat met het beetje wat het volk nog heeft, zij niet verder gaan lijden. Maar dat we wel een doelstelling pakken waarin we de overheerser, die probeert te overheersen, kunnen tegenhouden. Dus we moeten ergens een evenwicht daarin vinden, een draaiboek voor elke dag. Dan kunnen we doorgaan. Los daarvan is mij een voorstel gedaan. Ik kan nog niet alles even hard maken, maar ik ben bezig. Wij moeten meer bewust worden van onze rechten. Onze mensenrechten. Er gaat een hele discussie rond op Facebook. Jouw recht, en daar moet je voor kunnen staan. Maar als je daarvan niet op de hoogte bent, kan iedereen met je doen wat je wil, wat ze willen. Dus ik ben nu bezig met een netwerk. Als er mensen zijn die zeggen, hey, ik wil meer weten over mijn mensenrecht, nationaal, de grondrechten, dan zijn er juristen die bereid zijn, vrijblijvend, online trainingen of informatie te geven. Dus als u daarvoor interesse heeft, dan kunt u mij altijd even een appje sturen of een messenger. Dan kan ik een lijst aanleggen en laten zien van hier is daadwerkelijk interesse. En dan kunnen we in teamverband gaan werken ook om de mensen bewuster te maken en doelgerichter te laten werken. Want je moet ze niet alleen kunnen voeden met eten en drinken. Dit volk heeft ook geestelijke voeding nodig om bewust te worden van je eigen identiteit en wie je bent. En dan pas als je weet wie je bent, dan pas kan je naar elkaar toe komen om in één hand te gaan werken en niet in groepjes. Ja, dat is wat ik wil doen. Dank u wel.
Zo, mensen, goedenavond. Ik heb wel een luide stem, dus ik heet Oostburg Marcel. Ik heb vele mensen hier met suggesties langs zien komen. En wat mij eigenlijk boeit is Free Paquito. Wanneer we, ik heb een mevrouw Getrouw horen praten over 1980. Ik ga veel verder. Ik ga naar 1969. Ik was erbij als kleine jongen. En ik ben bewust wat er in 1969 is gebeurd. En dan gaan we naar 72, 73, 74 en ook naar 75. Wanneer ik zeg dat we moeten opkomen voor onze activisten. Ik weet alles voor alle activisten. Ik weet alles van Maïsha Neus. Ik ken de paspoortnummer. Ik weet precies wanneer ze in Suriname zou komen. Met welk de visumnummer. Ik weet alles van Curtis Hopwijks. Ik weet echt alles van boerleider Misab Alassane. Hoe weet ik het? Omdat, laat mij dit zeggen. Vanavond ga ik een besluit nemen. Maar voordat ik het besluit vanavond neem, ga ik jullie iets vertellen. Ik breng jullie terug naar 75 en tegelijkertijd voor koppel van Free Paquito. Mino one man army. Ik. Meestri mi wang. Met alle consequenties. In 1975 en ik zie hier, meneer Jeffrey, heb ik voortouw genomen in het leger om alles plat te leggen. De man slotomie, alles ontstaan niet. Maar het is geluk. En hoe is het geluk? We hebben geweigerd om parade te lopen voor de koningin. En nadat we hebben geweigerd, wij Surinaamse militairen waren toen nog niet onafhankelijk, om parade te lopen voor de koningin, heeft men gezien dat het ernstig is. Het is nooit in geen enkel boek kan je dat teruglezen. Ik heb strijd geleverd in 80, na 80 tot heden, maar op mijn eigen manier. Ik ga jullie komen ondersteunen. Maar mijn deel naar de verraders. Laat, en ik, mij, heb een intentie voor Shisuman een verrader. Ik ga vandaag, nog steeds ben ik in dienst. En ik ga morgen verlof nemen voor 3 maanden. En dan ga ik zeggen, Santoki bedankt. Toch, iedereen, de mensen die mij kennen, weten waar ik werk. Toch, en ik ben voor life. Na mijn pensionering hebben ze me een contract gegeven voor onbepaalde tijd. Maar ik werk niet met deze president. Waarom niet? Ik weet dat hij niet gaat verdragen wat wij schrijven. Wat wij analisten voor hem schrijven, aan mij gebruiken en allemaal begin tegen jou. Daarom heb ik mij nooit aangemeld sinds Aman komt. En ze betalen me nog steeds. Toch, dus ik ga vanavond een besluit nemen, ik kom jullie ondersteunen, maar ik deel niet met verraders. Dat wil ik alleen maar zeggen. Meneer Jetto. Ja, goedenavond. Ik heb een aantal dingen hier gehoord en ik ben iemand, zodra we in conclaaf treden, dan is de eerste afspraak die ik maak, let's agree to disagree. We kunnen het oneens zijn met elkaar, maar laten we wel het respect, wederzijds respect naar elkaar toe opbrengen. U hoeft het niet eens te zijn met mij. En ik weet niet of u begrijpt, ik weet niet of Suriname begrijpt, wat er hier aan de hand is. Laat me een aantal dingen voor u, een paar aantal feiten op tafel leggen. Vanaf na het moment van 17, van vrijdag 17 februari, is die regering bezig geweest met een bewapeningswetloop. Ik ga het herhalen. Ik wil ook de heren groeten van Intel. Ik hoop dat jullie video's maken en dat. Maar vanaf die regering heeft gemerkt dat ze hebben gefaald. Ja, ze zijn ook hier. Ze zijn een paar. Ze zijn ook hier. Maar ze zijn ook Surinamers. En ze voelen het ook. Ik zeg één ding. En ik heb een bericht gelezen in de krant. Over de roze elite. Mensen die het goed hebben en dergelijke. Die in principe zich niet zo druk maken met de situatie. Vandaag is het niet uw probleem. Maar naarmate het volk verhongert, gaat het uw probleem worden. Ik weet niet wat het is gezegd, toch?
een kind voedt of het is een stam die je kind opvoedt. En als een kind niet goed opgevoed is, komt hij terug om het dorp plat te branden. Dat is een Afrikaans gezegd, ik weet niet wat het is, maar woorden van gelijke strekking. Als u niet beseft wat er aan de hand is, ga ik u nogmaals zeggen, vanaf vrijdag 17 februari is men bezig geweest met de bewapeningswetloop. De politie heeft haar wapens uit de kast gehaald, wapens die wij destijds hebben getest als ze zijn onveilig. Hebben ze uit de kast gehaald. Er is 2 keer toestemming verleend voor de aankoop of import van traangas. Ja? Die informatie die ik u hier geef is hard. Geloof het niet, het is hard. De mensen zijn bezig om repressief te reageren op protesteren. Als je tot de dag van vandaag niet beseft, mensen... Gelooft u mij, u heeft dat. We are under attack. Democracy is under attack. Dus, hoe je het ook draait of keert, als je niet beseft dat je andere strategieën moet gaan bedenken, en als je het aan mij vraagt, even hard terug moet slaan, strategisch, dan komen we er niet uit. Maar Helens heeft uitgelegd hoe dat ding werkt. Een president kan niet gewoon een dag opstaan, en komen uitleggen dat het recht op protesteren wordt beperkt. Gewoon zo. Dat is geen democratie. Die grondwetgever heeft bepaald hoe dat moet geschieden. Doe het op die manier. En als ze het doen, dan begin ik aan u te zeggen dat het uw volksvertegenwoordiger, u en mijn volksvertegenwoordiger zijn die daarmee aan gaan werken. Ja toch? Want als het verkeerd is en je weet dat het verkeerd is, dan is massa mina na jou kies met polisvertegenwoordigers die meewerken met die toestand. Ik zeg u eerlijk, u moet ze erop afrekenen. En niet pas op de dag van de verkiezing. Als je dan mij vraagt, wat kan ik in de straat? Wat kan ik in de straat? Ze zijn tussen ons toch? Wat kan ik in de straat? Ik denk persoonlijk dat we een andere actiemodel uit in moeten zetten. Wat zoveel inhoudt. Dat we iedereen die verantwoordelijk is voor dit wanbeleid en dit wanbeleid in stand houdt, moeten confronteren. Niet met geweld. Nee. Maar om moeten ze confronteren? Ze wonen toch tussen ons, zijn toch niet op een eiland? Figaro, is dat precies toch zo die opdracht voor Dusani? Laten we naar ze toe gaan en vragen, maar waarom heb ik geen kinderen? Mijn moeder was ook daar. Mijn moeder niet hoor. Maar, ik bedoel, er waren ouders daar. Er waren oude mensen daar, kinderen. Dat bedoel ik. Laten we gaan naar de mensen die opdrachten geven toch. Ga naar die mensen en ga in een groep organiseren en ga vragen. Is dat het beleid? Is dat democratie? We richten onze agressie op die president, ik begrijp het. Maar die president is werkarm hoor. Die opdrachten moet uitvoeren, dan ga naar die mensen toch. Als je mij vraagt, ga naar een huis met een groep. En ga protesteren voor een huis. En dat moet elk één mensen. Elk één. Als er beslissingen worden genomen, in het bestuurlijke, ga naar huis. Als er beslissingen worden genomen, toch, betrekking hebben we op een strafrechtelijke, ga naar huis. Ik wil dat zien, hoe sap je dat mij dan toch? We gaan die agressie toepassen op ze, maar ga protesteren voor een huis. Recht is recht en krom is krom. Mensen krijgen de gelegenheid hier om in ons land te komen, het zijn misschien mensen van Surinaamse afkomst en ik ga concreet zijn. Toen die informatie is uitgelegd van SLM, Brengo Bisombar en De Haan, die hebben de gelegenheid gehad. Nee, laat me het anders zeggen. Die zijn door onze veiligheidsdiensten aan de Franse kant afgezet. Maar zal ik je vertellen, er is één ding waar ik moeite mee heb. Hè? Wanneer je een loopje neemt met mijn intellect en wanneer je me onderschat in die baan die ik verricht. Ik ben 16 jaar politieman geweest, ik heb alles gedaan. Intel, noem maar op. Dan kan het niet zo zijn dat je denkt dat ik mijn netwerken niet heb binnen die samenleving. Laten we eerlijk zijn. Ik kan je aangeven met welke boot, met welke auto, op welk tijdstip die man is afgezet aan de Franse kant. De mensen zijn, ze hebben de gelegenheid gehad om weg te gaan. En die kleine man, die komt protesteren, die zijn recht exerceert. Die pak je op en dan sluit je hem op.
Maar zij aan detail. Ik weet 100% zeker dat geen van jullie weet. Zodra die president op vakantie gaat of deze reis, wordt er een tussenstop gemaakt op Zanderij. En wie komt mee? Preno Busumbar. Sorry. U moet begrijpen wat het effect is van dit soort dingen. Met andere woorden, een president nog op niks te maken aan mij en aan jou. Alles wat hier zo wordt gegooid zijn rookgordijnen. Agressie, repressie, nog oude hart. Ik heb de veiligheidsadviseur van de president gehoord. Geen van die mannen, ik ben alle driftchimboy. Driftchim kwijt chimboy. Nou, meneer Baris Refi. Nou, meneer Baris Refi. Hé, wat zoet je nou gewoon? Ah, dat wordt trouwens aan gas. Geen enkele empathie. Waar begin mensen nodig geen empathie hebben met het volk? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Geen druppje empathie. Die regering komt na die protesten en die rellen. Want ze proberen ook alles onder één kapsel te brengen. Hè? Er waren mensen daar die vreedzaam aan het protesteren waren. En er waren mensen die rellen aan het schoppen waren. En iedereen hebben ze over één kamp geschoren. Je hebt de beelden gezien. Zwaar vuurgevecht daar zo. Want dat je denkt na Libië, Oebende. En dan komt de president op televisie. Met zijn regeringsteam, met zijn regeerteam en dergelijke. En er wordt krasse taal gebezigd, krasse taal. Precies, ja. Totaal geen empathie. Zonder om na te gaan en dan hoor je een selectieve verbijstering bij mensen. En zeggen van ja, maar dit is dat ik keur geen plunderingen goed. Maar laten we eerlijk zijn. Dit volk en dit land is te lang belazerd. Geplunderd, belazerd, voorgelogen. Maar zij plunderen toch ook? Ja, dat is het. En ik ga erbij blijven, mensen. Als we naar onze volksvertegenwoordigers moeten gaan om te vragen wat er gebeurt met die kiesregeling, geloof me, als je dat over het hoofd ziet, hebben we een probleem in dit land. Nu al hebben we een probleem. Nu al, dan moeten we naar meneer B gaan en zeggen: meneer B, wanneer komt die kiesregeling behandeling van die wet op agenda? Dan moeten we naar meneer Jogi gaan en vragen: hoe moeten we naar Saramaka gaan? Wanneer komt dat ding op agenda? Dan gaan we naar meneer Patrouwen, Gadin. Ja toch? Die weet al, die weet helemaal van wat. Dan gaan we hem vragen thuis: Brenna Otena zijn ik komt op agenda. En zo gaan we stuk voor stuk als je dat meevraagt. Is een model. Ik vind, als je dat meevraagt, moeten we gaan naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor de wantoestanden. We moeten desnoods naar hun huis gaan. Goedenavond, meneer en meneer Joel. Ik heb heel veel ideeën gehoord. Ja, ik heb heel veel ideeën gehoord. Natuurlijk goede ideeën. Meneer Hellings had het in het begin over onze protesteres. Mevrouw Controuw heeft het duidelijk gezegd hoe onze mensenrechten zijn. Ik neem daarin het verlengde natuurlijk wat mevrouw Sleusdom heeft gezegd. Het stakingsrecht. Alles plat leggen is een idee. Hebben we wel een netwerk om met die ondernemer te praten? Want de ondernemer gaat de eerste zijn die het slag gaat voelen. En daarna het gevaarlijke, nou het gevaarlijke zal ik het zo noemen, vakbonden. Een van die heren had het gezegd hoe makkelijk het is dat mensen omgekocht worden. Ja. Laten we daarop wel waken. Maar het is een heel goed voorstel, het platleggen. En wat meneer... die laatste keer, meneer Gentel zegt dat we huis aan huis bij elk volkspartij geworden. Ongeacht wie. Ja, en dan ons beklag doen. En natuurlijk onze wensen zeggen van wanneer het kiesregeling op het schema wordt gezegd. Twee woorden heb ik hier voor onze strijd. Dat is eigenlijk solidariteit. Iedereen moet eens zijn wat we gaan doen. En het tweede, het belangrijkste is volharding. Want meneer Jeffrey ook, hè. Laten we niet stoppen, laten we gewoon verder gaan. Eenmaal beginnen... totdat we een resultaat krijgen dat we eigenlijk wenselijk voor ons is. Dank u wel. Ik heb een kleine aanvulling hoor. Ik wil niet de indruk hebben gewekt alsof we daar gaan plunderen en rellen.
En daarom stel ik voor, even, daarom stel ik voor dat we ook met de cameracrew gaan en de onafhankelijke media ook uitnodigen wanneer we huis aan huis zullen gaan bij die mensen. Ja, 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 ja. Goedenavond. Ik heb ook een kleine aanvulling hoor. Hallo. Beetje luider als u. Een kleine aanvulling. Als ik weet dat jij gaat organiseren tegen mij, tuurlijk ga ik mensen van mij in je groep sturen om de boel in de war te schoppen. En dat is mijn voorstel van, hoe gaan wij die het wel goed menen, die het vredig willen houden, hoe gaan we ons onderscheiden, zodat we meteen de mensen kunnen herkennen die niet erbij horen. Dat was het. En wat ik wilde zeggen is, er was gewoon een gestreste volk op het plein vrijdag. We hebben maanden of we hebben zoveel situaties gehad waarbij burgers gewoon machteloos stonden toe te kijken. Gewoon machteloos. Je kan niks doen. Er heeft zich zoveel voor gedaan waar je wil iets doen, maar je kan niet. Het stresst je. Je wil pinnen, je kan niet. Je moet rijden van de hak naar de tak om te pinnen. Met die dure benzine. Het stresst je ook. Elke dag als je naar de winkel gaat, waar je 1 minuut in de winkel bleef, normaal, blijf je nu bijna 15 tot 20 minuten, want je komt er niet uit. Dus het volk is gewoon gestrest. En waar moeten we die irritatie afreageren? Al die situaties waarbij we machteloos stonden, waar moeten we dat afreageren? Ik ben blij dat vrijdag is gekomen. Ik weet dat veel mensen nu opgelucht zijn. Plunderingen en zo keur ik ook af. Want iedereen zegt het, dus dan moet ik het ook zeggen. Dan moet ik het ook zeggen, ja. Maar de manier hoe anderen zich, hoe wij de gelegenheid hebben gehad en hoe we die frustratie hebben geuit. Misaptak omesma apokti voor de artiesten. Maar we zijn nog niet klaar, we moeten doorgaan. We moeten doorgaan, maar ja, ik weet dat misschien op wat deze meneer net gezegd heeft over wat die meneer net gezegd heeft, misschien kan ik een aanvulling geven. Het is de taak van de overheid om protesterende te begeleiden. Ik heb het gezien de regering dat de actievoerende gezien bij Organic dat ze werden dat Organic heeft gezorgd voor hun eigen intel binnen het geheel. En daarom is het goed om die manier gerust te stellen om te gaan protesteren. Veilige organisatie. Er zijn jongeren hier gaan in, maar hier is niet de plaats eigenlijk, omdat het een heel lang verhaal is. Toch? Wat ik zeg is, als we kijken naar de periode VAP 72-75, en als we kijken naar de periode VAP nu, dan kunnen we gewoon iets linken. En dat is de, wat men noemt Machiavelli. Machiavelli of Monroe-doctrine. Monroe-doctrine zegt, al ga ik overlijken, ik moet mijn doel bereiken. Dus dat gebeurt nu. We hebben een president en ik kan heel veel over hem vertellen. Heel veel. Het is misschien goed om een klein iets over te vertellen. Ik ga eigenlijk vandaag is woensdag, hè? Donderdag. Ik zou vandaag eigenlijk op de terugweg zijn naar Suriname vanwege carnaval in Trinidad. Ik doe elk jaar mee. Dit keer heb ik niet meegedaan vanwege, ja, het is duurder geworden. In 2016 ben ik in Trinidad en ik ben sporter. Nadat ik
nadat we carnaval hebben beleefd, ben ik even met mijn vrouw naar de Begu gegaan, naar mijn damvrienden. En op de terugweg neem ik toevallig een taxi die meneer Santoki vervoert. Dus ik keer terug vanuit Trinidad, vanuit Tobago. En ik neem toevallig die taxi die meneer Santoki vervoert, als hij in Trinidad is. Ik heb vaker het geluk, misschien het ongeluk ook, om met hem vaker in het vliegtuig samen te zitten. Amma betakmina, hoe je denkt van prinses Diana, hoe is het weer? Paparazzi. Zo werd ik genoemd, tenminste zo word ik nog steeds genoemd door Dayadin. En on my way in de taxi zegt die meneer tegen me, you're American, ik zeg nee, ik ben van Suriname. Hij zei, oh, I know the opposition leader, your opposition leader, the man with glasses, I'm a driver. En die man zegt tegen mij, hij heeft mij uitgenodigd, en dat praat over 2016, hè. Hij heeft mij uitgenodigd om te komen bij zijn inauguratie op 2015. Dus hij had gedacht dat hij sinds 2015 president zou worden. En ik zei tegen die taxichauffeur, maar die lost the election. En weet je wat die taxichauffeur me zei? Hij heeft mij gezegd dat inderdaad, hij lost the election, maar hij zal er alles aan doen om aan de macht te komen. Let u wel, alles aan doen om aan de macht te komen. En we zagen de ontwikkelingen al in 2015, 2016, waarbij de regering toen een jaar of twee werd gegeven. Iedereen is dat vergeten. Ja, de zwaar materieel mensen die starten, et cetera, et cetera. Dus ik zeg nogmaals, we hebben te doen met een president die we niet gewoon zo makkelijk daar zullen weghalen. Dat is het. Ik wil gewoon even aanvullen doen. Misschien heb je het al opgenomen. Maar dat je straks ook wel even aangeeft van hoe gaan we netwerken, wanneer krijgen we die feedback. Gaat dat allemaal via, dat je dat even aangeeft. Het kan zijn dat je het al hebt opgenomen hoor, maar ik herinner je even eraan. Dat kan internationaal aangepakt worden. Dat stukje is de schrijvende media eigenlijk de basis. Je zou kunnen schrijven naar internationale organisaties welke eigenlijk mensenrechten monitoren. Toch? En dat stukje is... Ja? Ter aanvulling van wat ik nu zeg. Er is al geschreven naar OAS en naar Amnesty International. Oké, beter. Naar aanleiding van afgelopen. Ja. Want je mag activist eigenlijk niet zo opsluiten, vooral als de persoon niet ervoor heeft verzorgd. Misschien hebben jullie het niet gehoord, maar het is ook pas uitgekomen dat bijvoorbeeld bij Black Lives Matter, de FBI en de CIA eigenlijk degene waren die mensen hebben ingezet om alles zo aan te pakken. En eerlijk gezegd, ik zie hetzelfde bij 17 februari, maar kleinere schaal in Suriname. Tweede wat ik wil zeggen, kijk,
mensen die gelinkt zijn aan de zittende regering, zijn mensen die geloof hebben in de politieke partij. Maar je hebt ook sponsoren die achter de president staan, toch? En eigenlijk zou je als activist of als organisatie zou je moeten kunnen identificeren wie de sponsoren zijn. Want die mensen zijn wel degene die natuurlijk de lijntjes trekken. Je moet het lijkt gek, maar zo is het werkelijk. Zij trekken de lijntjes, dus als je kan identificeren wie het is, zou je ze ook kunnen boycotten of kunnen protesteren. Ze gaan sowieso geen internationale schande willen aannemen, omdat het komt eigenlijk op bedrijfsniveau komt het niet goed uit. Omdat ze vaker al een heel plan hebben uitgezet en als je dan mensen boycott op zo'n niveau, gaan ze sowieso stappen terugnemen. Want hoezo wordt meneer Santoki niet ter verantwoording geroepen voor al zijn acties? Het kan gewoon niet. Het volk kan niet geen eten hebben. Ik ben in een ghetto-buurt, om het zo te zeggen. En mensen, kinderen gaan gewoon met honger naar school. Toch? Dus daarom zeg ik dat het wel kan. Als je het momentje ziet dat het maatschappelijke ontwrichtingen heeft, kan je mensen gewoon protesteren. Want je moet weten wie de mensen zijn. Ja, dat was het dan dit keer. Ik mag zeggen dat we deze avond als succesvol kunnen betitelen. Omdat we dus heel veel informatie hebben gehad. En ik kan zeggen dat sowieso de tafel en de andere mensen daarachter behoorlijk wat huiswerk hebben. We gaan alles dat we hebben gehad, gehoord, verwerken. En dan gaan we dat brengen in een... kunnen van de prijs geven. Maar het een heel toffe draaiboek wordt. Dus wacht u af op de berichten. Maar sowieso gaat het wel spannend worden. Goedenavond. Mijn commentaar is meer gericht op het volk. Wanneer we gaan protesteren, ik was bij het eerste protest van Organic. Wanneer we gaan protesteren, moet ik zeggen dat er heel wat opmerkingen werden gemaakt in het publiek die op niks sloegen. En wat ik daarmee, de richting waar ik daarmee wil gaan is, mensen kunnen je alleen zo serieus nemen zoals jij jezelf serieus neemt. Dus als je jezelf niet serieus neemt, kom niet daar. Kom niet praten over joggo of lollig doen. Eerste protest, Organic. Dit is gewoon het volk op hun vingers tikken. Er gingen mannetjes langs die ijsjes verkochten. Mensen eten hun ijsje en gooien dan hun papier op de grond. Dus hoe serieus neem je jezelf? Failo bakondre. Toch? Dat is één ding. En een ander ding. Again, we keuren de rellen af. We keuren het plunderen af. De mensen die hebben geplunderd, het groot deel van de mensen die hebben geplunderd, ze hebben niks te verliezen. Mensen die nooit in Flora een wandeling hebben gedaan of op Ramgo een wandeling hebben gedaan, jullie weten niet wat armoede is. Jullie weten niet wat geen ijskast. Die ijskast staat daar, maar die ijskast werkt niet echt. Die ijskast is leeg. Kalaka en Lomsa, Alata en Lomsa. Toch? En dat is alleen maar basis. Om je, dus wat je allemaal nodig hebt om daarna te stappen naar je mental, om je mental thinking op een rij te krijgen om een vaste baan te hebben, naar school te gaan, je leven in orde te maken en die ladder te klimmen, is zo zwaar. Het is zo zwaar. Het is zo makkelijk om te zeggen van, ja, we moeten niet stelen dit en dat. Ja, laten ze gaan werken. Als je er niet goed uitziet, word je heel vaak al niet aangenomen om te werken. Jij ziet er goed uit. Jij voelt je goed. Jij bent assertief genoeg. Hoeveel worden deze mensen betaald wanneer ze gewoon een erf gaan chappen? Ze worden niet genoeg betaald om een erf te chappen. Hoeveel zou jij betaald willen worden om een erf te gaan schoffelen? Ja? Zo'n terrein, laten we zeggen zo'n terrein. Hoeveel zou je betaald willen worden? 2000 SRDR. In deze tijd, met de omstandigheden van nu. Maar wij willen ze gewoon een lausie 400, 500 SRD geven daarvoor. Dus dat is ook een bericht naar het volk toe. Iedereen heeft over de president gesproken, de regering en wat niet. Maar wij als Surinamers onderling, we moeten letten op elkaar. Ik snap dat de winkeliers kwaad zijn en dat ze pijn hebben, dat ze zoveel hebben verloren. Maar het komt niet van nergens. Jij als winkelier, december, ik kan takie gua boeboe party. Deze mensen kunnen dat niet zeggen. Ze hebben geen vertier meer. Het is zwaar. Dus
in je woede naar de mensen die hebben geplunderd toe, moet je nog steeds denken van hoe is het zo ver gekomen? Want je kan nu aan de kant van de regering gaan staan, zijn dokjes langs gegaan om te gaan kijken wat er allemaal is gebeurd, wat mensen kwijt zijn geraakt, toch? Maar zij moeten niet vergeten dat zij ook deel van het volk zijn. Heel veel van ons kunnen niet uit het land. We blijven hier, dus we gaan Suriname moeten opbouwen. We gaan nergens. Jaude, jouw tang. En we moeten vechten ervoor. Hou rekening met je medemens. Zo, mensen, goedenavond. Ik denk dat ik niet hoef te zeggen wie ik ben, maar voor zij die me niet kennen. Dit is Maku, simpel gewoon. McDonald's, maar Maku, allemaal zat milik. Maku, ik heb één ding dat ik aan jullie allemaal wil vragen, want vele van jullie ken ik misschien een beetje van gezicht en zo, maar weet je wat ik wil vragen? Simpel dit. Dit, echt en zonder, want anders geloof me mee, wat kan we direct. Dat aan mij, middendanga. Daarom heet, weet je, het heet mijn programma dat ik een beetje verzorg. Mooie woorden die zijn niet waar. En ware woorden die zijn niet mooi. We hebben genoeg woorden gehoord die niet waar zijn. Toch? Dus laten we nu ervoor zorgen dat we echt hieraan gaan werken, mensen. Want men gaat hieraan willen komen. Men heeft geld toch? Nou, als ik kom. Oh, ay, makuna, om zo in loop in een maand, dus waar. Gewoon dat je van 10.000 euro of van $10.000. If je nog nooit broer, brief me, is het veel geld. Yo, teking. Je begrijpt toch? En dan heb je daarmee de organisatie uitgehold, verzwakt. Ik ben er niet meer. Trouw aan deze mevrouw of die meneer daar. En dat is wat men gaat willen doen. Want geloof me, ze zijn de masters in verdelen en heers. En ook om allerlei, dus geloof me, if toneelprijs Benki wereldwijd. Geloof me, Sernambo in altijd onder deze regering. En ik ben iemand, ieder die mij goed kent, weet waar ik ben. Maar mij niet dangen politiek, dus stem, leg van mijn kontje aan, worden mijn collega Makuja. Echt waar onder jullie, want anders dan hoeven jullie mij niet te accepteren. Snap jullie? Ik kom met geheel mijn hart om te ondersteunen. Want als u weet wat ik allemaal heb meegemaakt de afgelopen 2,5 jaar. Ja, ik weet dat er mensen zijn die ook heel veel hebben meegemaakt. Maar mevrouw, weet u wat het betekent? Wanneer je plotseling bezig bent, gewoon een interview wil je afstaan. Kulturo TV, wie van Kulturo TV hier is, die weet het. Ja, meneer Oosburg. Die jongeman schrikt zich helemaal en helemaal de studenten daar op het complex van Lyceum. Mi brada. Ik neem de RBT'ers niet kwalijk. Zij moeten hun opdrachten uitvoeren. Maar u begrijpt wat het betekent wanneer plotseling een 16-tal zwaar gewapende mannen op je afkomen. Je hebt bijna 60 jaar nooit van die iska gaskoot aan. Maar omdat je opkomt voor het volk. Ja, en je de dingen zegt zoals de dingen zijn. Want dat is het laatste wat deze mannen willen horen. De waarheid. Bijna 22 of 21 artikelen worden mij opgezomd wanneer ik word overgebracht naar hoe heet het weer? Die post daar. Houtuin. Nee. Nieuwe grond. Ja, nieuwe grond. Hoe ik met handgranaten en zware wapens en allerlei dingen reed in mijn busje. Terwijl mijn busje net daar zat en ik heb die mannen gegeven van kijk, mijn tas is hier. Mijn sleutel is hier. Gaan. Maar ik was geen misdadiger, maar mensen. Het is niet mooi wat er ook gebeurt in de gevangenissen. Te zijn er tijd. What talk about this and that. Maar dat ik 5 dagen in detentie heb doorgebracht. Aan de ene kant is het niet mooi, maar aan de andere kant is het voor mij Maku een eye-opener geweest. Om te zien wat er daar gebeurt en te hebben aangehoord wat er daar gebeurt. Mensen, we moeten niet alleen, want dat is wat mij probeert te doen, verdelen en heers. Denk je zelf aan de Spanjaard, maar jongen, je zou abibori in de Spanjaard. Nee, net wat meneer Gentel zei, no anomichu ete. Maar on the long run, omichu ook toe. Want gelooft u me, ook goedemam chimigomi tape. Naar inhoud. Ik was opgesloten in Houtuin. Gelooft u me? U wil niet weten wat er allemaal gebeurt in de gevangenissen. En alle mensenrechtenorganisaties nemen kwalijk de landen, want ze zijn. Je hoort ze niet. Dus mensen, ik ben blij dat ik ook erbij mocht zijn. En erbij mag zijn. En dat ik de gelegenheid gehad om dit klein beetje
met jullie te delen. Meneer Makko, ik heb een vraag, omdat u net heeft gesproken over uw aanhouding met de vriendin Kleden. Ja, ja. Is er een boodschap die u kan geven aan Capito om zijn opa's vrijheid te houden? Dat hij alvast heel sterk moet houden, want dat, ik weet ook hoe moeilijk het is hoor. Dat is ook moeilijk voor mij. Weet u, want kijk, wat je doet, wanneer je weet dat je iets hebt gedaan, daar sta je voor de consequenties in, toch? Maar weet u wat het wil betekenen dat je, mevrouw, weet u hoe moeilijk, of heren, mensen, weet u hoe moeilijk het voor mij was om zo geboeid te worden dat ik moest smeken van heren, dat ik snijd in mijn arm, die handboeien. Gelooft u me, dat gevoel gaat mij nooit meer loslaten. Ik weet niet, ik moet nog eraan wennen. Toch? Want je weet van, je hebt niks gedaan, toch? Als zodanig, meneer. Het is niet mooi. Maar ik ben God dankbaar dat ik mensen achter me heb. Ik wist dat er mensen achter me stonden. Ook hier zijn die mensen er, want we moeten er gewoon voor elkaar zijn. En daarom wil ik de boodschap geven aan Paquito van, mi brada, hou vol. Omdat geloof me, meneer Britak Ogri, kawin fupung. Nooit niet. Ja, kom toe. Goedenavond allemaal. Beetje luider alsjeblieft. Yes. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Gefani Winter. Ik ben vanuit Nederland gekomen op vakantie. En ik ben met Saskia hier gekomen omdat ik hoorde dat er een bijeenkomst was en ik dacht van ik moet erbij zijn. Zelf voel ik gewoon alsof echt het laatste beetje hart van Suriname hier is. Dus ik wil iedereen hartelijk danken dat ze hier zijn. Ik als Surinamer in Nederland, wij hebben het vaak over wat hier gebeurt. En we hebben een niet goed beeld van wat er eigenlijk speelt. Dus hoe ik dit nu hier zie, is het echt dat ik ook dat terug kan communiceren. Tegelijkertijd wil ik ook zeggen van, er zijn twee aspecten die echt van belang zijn om te weten wat de situatie ook echt hier is in Suriname. Eén is, voor mijzelf, hoe ik kijk naar democratie, is hetzelfde wat hier plaatsvindt. Al zijn er dat de gezittende orde die er in de politiek zit, geen verandering teweeg brengt, is in Nederland ook het geval. Dus dat er daar meer resources zijn, maar het is hetzelfde spelletje. Dus hoe ik democratie zie en het demonstreren daarvan, het is eigenlijk, het spelletje blijft hetzelfde. Elke keer veranderen we andere personen, maar hetzelfde gebeurt weer. Dus ik zou eigenlijk kijken naar, wat is echt daadwerkelijk macht en hoe kan je ervoor zorgen dat je verandering kan brengen voor je medemens? En dat is eigenlijk naar mijn mening, doe voor zelf. Zorg ervoor dat je gaat netwerken met anderen die hier zijn. Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk buiten het systeem kan opereren. En dan gaandeweg zo een change kan maken. Want dit is precies hoe die mensen die nu aan de macht zijn, dat hebben gedaan. Ze hebben niet gevraagd aan anderen van oké, kan je me helpen voor dit of dat. Ze hebben gewoon genomen. Dat is altijd continu wat er in de geschiedenis plaatsvindt. Alle landen die nu machtig zijn op deze planeet, zijn er niet gekomen door praatjes en tories en we gaan praten met die, et cetera. Ze hebben gewoon macht genomen met van, weet je wat, ik heb geen zin om met jou te praten. We gaan nu gewoon zelf onze eigen weg in. Dus wat je kan doen om samen te werken met elkaar, om vooruit te gaan, doe dat. Want deze overheid en elke keer demonstreren en hopen dat er een volgende regering gaat komen die toevallig iets gaat veranderen. Dat is wat iedereen op deze planeet probeert te doen, maar nergens komt. Dat is het enige wat ik was. Ja. Dat is live, toch? Dat ben ik hier. Oh, dat is live. Ik heb ook zelfs een andere.
Goedenavond iedereen. Goedenavond. Ik ben Imran Toos. En ik ben ook burger van het land. En ik heb vrijdag op het plein gezien wat er gebeurd is. Ik begreep de frustratie helemaal en ik begreep ook dat er mensen zijn die echt honger hebben. Niet die figuurlijke honger, dat er mensen zijn die echt een issue hebben met eten op tafel zetten. En ik weet ook dat we zoekende zijn naar een oplossing met alle beperkingen die we hebben. Het gebrek aan een kiesstelsel, een gebrek aan een parlement dat daar staat voor het volk. Een parlement dat daar staat voor de mensen die hun gekozen hebben. We hebben een gebrek aan een regering die inzicht heeft in hoe dat land te ontwikkelen. Ik denk dat de regering serieus geen idee heeft van hoe dat land te besturen, laat staan. Dat land te besturen in de situatie die zoals ze het hebben aangetroffen. Maar ik denk dat in onze zoektocht naar een oplossing, dat wij er wel samen voor moeten waken, dat heilige, dat enige heilige dat we met z'n allen delen, de diversiteit, de eenheid, de inclusiviteit, die saamhorigheid, wat de president noemt, Rom Tijari, whatever hij bedoelt. Het is wel het enige waarvan je zeker kan zijn dat ons bij elkaar zal houden. Als het nou rijk is of arm, als er nou mensen zijn die met zware wapens tegenover je staan. Als je naar de andere kant kijkt, dan staat daar de samenleving. En mijn oproep aan jullie is, of aan iedereen, is om die eenheid, hoe fragiel en brokken het ook is, om dat te beschermen. Want als we dat kwijt zijn, dan zullen we zo'n meeting hier waar allerlei mensen door elkaar zijn. Zo'n meeting zullen we niet eens kunnen houden. Laat staan een meeting om na te denken hoe we verder moeten met het land. Ik wil jullie ook vragen om... We zien dat er mensen zijn die vaak fake profielen, die hele opgefokte reacties geven op Facebook. En wij gaan uit boosheid, gaan we die reacties, we maken een screenshot en we posten het weer. Je helpt onbewust, help je het kwaad verspreiden. Ik wil jullie vragen om dat soort onzin, dat soort zaken die onze samenleving, die onze familie kapot maken, deel het niet. Negeer het. Besef dat het van iemand komt die of... Je kan het ook rapporteren. Maar ga het niet promoten. Ga niet andere kinderen, andere mensen, anderen die misschien nog niet zoveel ervan gezien hebben... Ga hun niet vergiftigen ermee, onbewust. Je bedoelt het niet op die manier, maar let erop. Datgene dat we hebben, de eenheid onder de verschillende groepen, ongeacht etniciteit, whatever, financiële situatie, laten we dat niet kapot maken. Maar laten we vooral blijven nadenken over hoe we verder moeten en ten alle tijde ons ongenoegen over wanbeleid te uiten. We hebben een fout gemaakt in 2020, maar we moeten uit die fout leren. Fijne avond. Nee, ik wil gewoon eigenlijk een vraag. Ik wil weten als er juristen hier in de zaal zijn. Waarom ik dat vraag is omdat... ik ben ambtenaar. En met mij heb ik vele collega's die het ook voelen. Toch? Maar ze zijn bang om te protesteren. Toch? Tegen het beleid. Dus als er een jurist of als er juristen hier in de zaal zijn, wil ik voor hun vragen. Toch? Als het werk. Als het werk van de politieke partij is, of als het werk van de overheid is. Waarom ik dat vraag? Omdat we werken voor de overheid, maar er zijn politieke mensen geplaatst aan top, die leiding geven aan de ministeries. Toch?
En wat ik merk is dat men de onderscheid niet kan maken tussen een ministerie en hun politieke partij. Dus jij als ambtenaar die bijvoorbeeld kritiek wil leveren op die politieke partij, toch? Dan wil de leiding of de mensen aan top, dan willen ze jou ontslag geven, boycott, ik weet niet. Weet je, ze proberen er alles aan om jou te vernietigen als ambtenaar. Mijn vraag is dan aan de juristen, hoe sterk staan de ambtenaren die ook willen protesteren? Want geloof me, er zijn veel ambtenaren die het voelen, toch? Ze komen niet meer uit. Ze raken al hun bezittingen kwijt. Anderen kunnen de huurhuis niet betalen. En ja, ga maar door. Je trouwens wel allemaal kennen de problemen in het land. Toch? Hoe sterk staan de ambtenaren die dan ook willen mee protesteren? Ik denk dat op dit moment de juist is, maar het is een hele goede vraag. Want ook de ambtenaren voelen, voelen het. Ik persoon voel het. We gaan met de juristen praten om te kijken hoe de ambtenaren willen beschermen. Is goed, bedankt. Dan hoor ik het van Eva. Nee, omdat het doel waarom hij ook heeft opgeroepen tot protest veel groter is. Het gaat. Ja, lukt het daar? Dus een van de eisen is sowieso dat hij vrij moet komen. Maar het is niet de main goal. Want zoals hij zo vaak zegt, tot vervelend toe. Suriname eerst, dan de rest. En nu is hij toevallig de rest. Maar wij vinden Gamang, hij mag weten dat hij niet alleen staat. Hij hoeft zich niet verlaten te voelen. De juristen zijn bezig. Er is morgen uitspraak in hoger beroep wat is aangetekend. Mijn verwachting was dat hij al eerder op vrije voeten moest zijn. Ik hoop dat dat morgen gebeurt. Want er wordt wel van ons verwacht dat we wijsheid moeten toepassen. Maar vanuit de regering zijn ze juist bezig om te intimideren en zaken te drijven op de spits om te escaleren. Dus wij gebruiken wijsheid. Ik had zo net gesproken voor de productie. Onze actiemodellen, er zijn een aantal naar mijn inziens die tegelijk kunnen. Er zijn heel creatieve dingen. We kunnen, behalve thuis gaan bij assembleleden, kunnen we ze ook bellen. Want als sommige mensen protesteren tegen een bedrijf, bellen ze dat bedrijf plat de hele dag. Dus dat zijn ook manieren hun nummers krijgen. En ik vind het met Potuno dat jij met van A tot C mag vandaag op straat. Dat verdelen als je familienaam begint met A tot C, dan bel jij van 8 uur tot 9 uur. En dan de volgende letter van 9 uur tot 10 uur. Iedereen kan ze zo bestoken tot ze vervelen dat ze de belangen van die samenleving gaan behartigen. Want iemand hier heeft gestuurd. Dat het moment om te praten met die overheid, met de regering, voorbij is. We moeten praten met onze volksvertegenwoordigers, want dat horen ze te zijn. Op dit moment gedragen ze zich als partijvertegenwoordigers en niet als volksvertegenwoordigers. Dus laten wij als volk ze daartoe dwingen. Dus dat kan, dat is niet gebonden aan tijd. Dat zou vandaag al kunnen beginnen. Het enige wat we nodig hebben, zijn hun nummers. Andere protesten, ideeën die me aanspreken, slapen op het plein. Dat hoeft niet iedereen tegelijk te doen. We kunnen roleren. Een groepje vandaag wordt afgelost. Maar de mensen die met dat idee komen, je moet niet alleen met het idee komen en daar geen invulling aan willen geven. Walk the talk.
die de vakbond verkopen voor een bordje lezen zoeken. Dat is ook. Vakbondsleiders, inderdaad. Alle vakbondsleiders, hoe die verkeerd is, die mag ons zoeken. Die mag ons begrijpen ergens van zijn. Ik zou niet direct escaleren, maar dat nam niet. Mij loopt boos aan op. In het verleden heb ik succesvol. Het duurt wel lang hoor. En het ik zie me ook bij. Ja, ik zie me ook bij. En dan nog moeten we wezen in betrachten. Laten we gewoon zitten en strategie uitwerken. Want die man ook met vier telefoons. Daarmee met wie? Eén is rood, één is blauw, één is geel, één is blauw. Als alternatief, het is niet definitief besloten. Mag ik even? Laten we dat even centraal houden. Maar als we... Even. Kunnen we het centraal houden? Want als je nu a priori begint te stellen dat iets niet gaat werken, speel je die andere man ook in de kaart. Want hij gaat nu zien dat ik even een bereik overeenstemming. Helens, als jij weet het sowieso. OC straks. Helens, jij weet het sowieso. Laten we elkaar eerlijk in het ons gezicht kijken. En jij weet sowieso hoe het allemaal gaat. Even. Je loopt met twee telefoons. Af je belt, maar want Meliba was zo vrij. Meneer Oosburg. Isabito, we hebben aandachtig geluisterd. We hebben alles hier geschreven wat je hebt bijgedragen. Door blijven praten. YouTube morgen, komt goed. Ja, dus Arki Alasma. Alasma kisa okasi. We waren respectvol naar iedereen toe. Dus mijn actie tak te wetaki. Dat jullie alstublieft luisteren. Je krijgt de gelegenheid weer heel kort om aan te vullen. En we gaan niet met alles iedereen op één lijn krijgen. Of met alles 100% eens zijn. Er zijn zoveel voorstellen gedaan. Ik zeg alleen, een aantal dingen kunnen nu al. En dan ga je opbouwen. Als je vindt dat aan een rokken, dan nog bel. Ja. Nou, laat die ding. Laat de andere mensen die denken dat ze daardoor druk kunnen uitoefenen. Laat het over voor die mensen. Oké? Okay? Kijk wat, daarom zeg ik. Kom met een voorstel, maar geef ook invulling. Want nog wat we kunnen bivakeren op het plein, dat is mam go bivakeren dat you know de. Zal ik een voorstel. Je begreep toch? Want ook dat is. Want ik heb mijn ideeën, maar ik sta achter wat ik denk en wat ik zeg. Snap je? Maar ik kan dat niet voor andere mensen bepalen. Dus konanga je idee, maar wanneer er wordt opgeroepen om daar invulling aan te geven, lever ook jouw bijdrage. Want uno kan goed dat ja, we gaan beginnen met bivakeren dan. Theo go da. Kan de wansma no modape. Dus het kan wel een goed idee zijn, maar hoe gaan we dat invullen? Isabi toch? Dus we sluiten niets uit. Maar ik zeg, uno kan go begin na amoro hebisani. Go begin man. Ching, want we moeten een lange adem hebben. No onderschatting. Niet zomaar heb ik gesproken voor productie. We willen geen onrust in Suriname, omdat alle dingen bedrijven ze verdienen naar toerisme. Allemaal gaan eronder lijden. Begrijp je? Dus we willen wel protesteren. Ik tenminste wil wel protesteren, maar ik wil niet zeggen dat de economie geen schade gaat leiden. Dat is naïef. Maar ik wil waar het niet hoeft, geen schade berokkenen aan de economie. Er zijn gevoelens, maar we begrijpen de man. Duidelijk. Ik denk, want even korte samenvatting van alles wat er is gezegd. Er zijn mooie voorstellen gedaan. De hoofdpunten zijn drie eisen.
parlement moet ASAP gaan focussen op de kieswet. Want dat zorgt voor heel veel onrust en onzekerheid onder de burgers. De regering moet haar mandaat teruggeven aan het volk en plaatsmaken. En onterechte personen, waaronder Paquito, moeten per direct vrijgelaten worden. Dat zijn in ieder geval de drie harde eisen die zijn geïdentificeerd. De meerderheid van de aanwezigen hier heeft aangegeven dat we niet meer willen gaan voor één dag. Dus het wordt inderdaad, zoals Curtis zegt, een lange adem. Er zijn verschillende modellen aangedragen. Dus dat wil zeggen, we hebben iedere dag van de week een ander model om toe te passen. En dan kijken we welke effectief zijn. En die gaan we dan gewoon uitbuiten en verder uitwerken. Verder willen we ook aangeven, jullie zijn allemaal hier, de mensen die kijken. Als jullie ideeën, voorstellen, noem maar op hebben, het moet een collectief van ons allen zijn. En alsjeblieft met Begunu, want ik ben een van de mensen die mevrouw daar met mooie rasta heeft gezegd. Die altijd geklaagd heeft over de mensen die thuis blijven. Ik zeg wel, kijk, inderdaad, er zijn altijd groepen, sociaal zwakkeren, zieke kinderen, noem maar op, die niet gaan kunnen komen. Maar de meerderheid van ons die het voelt, gaat inderdaad, zoals Imran zegt, die eenheid moeten we nu wel kunnen tonen, want het gaat ons alle aan. Zoals Gentle zegt, er is misschien nu nog een bepaalde laag in Suriname die het niet voelt, maar er gaat een dag komen dat je het wel gaat voelen. En laten we inderdaad allemaal de verantwoordelijkheid dragen dat we ons land niet verder de afgrond in brengen of duwen. Want we zijn al rock bottom, als je het mij vraagt. Je krijgt een kettingreactie. Precies. Dus we gaan alle ideeën voorstellen die zijn aangedragen. In het kader van transparantie zullen we die ook uitwerken verder. Aan jullie die geïnteresseerd zijn om te protesteren, kenbaar maken. Nogmaals, het wordt een lange adem. We hebben energie nodig, we hebben kracht nodig, we hebben sterkte nodig. En we hebben innerlijke rust nodig. We mogen niet met elkaar gaan vechten, want dat is juist wat ze willen. Zoals Curtis zegt, er zijn vele dingen. We zullen het niet over alles met elkaar eens zijn. Maar zolang we het gemeenschappelijk doel vasthouden, dan moet het ons lukken. Ik wil ieder bedanken die vandaag hier was. Vandaag. Oh, meneer David. Waaraan we ook moeten werken. We moeten proberen mensen te mobiliseren om te stoppen, om geld te ontvangen van politieke leiders die de mensen proberen te mobiliseren om niet op straat te komen. Want dat speelt ook een grote rol. Je hebt een hele grote groep en men weet dat die groep een beetje achtergesteld is qua ontwikkeling. En dan maakt men misbruik ervan om die mensen met 50 en 2000 SRD te verrassen, zogenaamd. Onder het mom van blijf stil. Ja. Komen jullie protesteren. Ja. Dus we moeten ook een systeem bedenken daarvoor. Om die mensen ook te kunnen overhalen. Dat ammoniseki stappen. Naar gewoon die in de mama bakada, daar zit je weer in dezelfde boot. Ja. Goed punt, meneer David. Dank je wel. Ik heb een voorstel. Ik neem aan dat Suriname niet alleen maar uit Paramaribo bestaat. Nee. Is gewoon idee. Dank je wel. Districten. Suriname bestaat niet alleen uit Paramaribo. Kijk wat je ermee doet. 100% met u eens, meneer Geffrey. Ik heb een voorstel aan en ik had zeggen, kijk naar de app van mevrouw. Ik heb net gezegd van, hé, voor mij is het einde. Afro, die hele goede dat 13, 14.000 volgen, maar kom morgen. Die naar Ernst, dat willen we niet zetten, moeder. Dus daarom zeg, Tamara gaat Paquito voor toch. Laten wij als initiatiefnemers, ondersteund door mensen die willen, laten we gaan naar het Hof van Justitie om te zeggen van, hey, voor die pakket, go start een actie direct. Hoe vind je daarvan? Er is wel een goede kans dat hij wordt vrijgelaten. Maar dan kunnen we naar mevrouw Jaal komen dan dat hij weet dat hij ook niet alleen was en zo. Bij het Hof staan, vreedzaam is niet slecht. Of course. Race up. Ik weet niet hoe ver zij die drie dat wat laatst is gebeurd na 7 in de avond. De man gaat naar blokkeren, maar voor mij lijkt het gewoon op censureren en het is weer gebeurd vanavond. Dus dat moet gewoon, we moeten ook eisen dat dat niet meer mag gebeuren. We willen gewoon censureren. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
dat de president niet slaapt op Domburg, op Lelydorp, op Domburg. En dat deze aan mij treffen, aan mijn treffen in de presidentiële convoy, maar in de ambulance. Zo belangrijk is hij. Begrijp je? Dus, laten we eerlijk zijn, laten we elkaar niet voor de kijk houden, hoe we internet er maar van Italië zijn, en dat iemand gewoon met een tas hier kan staan, en dat internetverbinding getrokken. Simpel is dat. Ja. Toch, maar ik vind het alleen maar een kwalijke zaak. Ik vind het een kwalijke zaak. Omdat ook die mannen het gaan voelen. Ja. En ja, ook die mannen voelen het thuis. Weet je hoe het aanvoelt? Die mensen zijn van elkaar emotioneel. Die ook maar gewoon de koelkast. Nou, ik verdraag wel alles, maar niet disrespectvol. Ik snap je. Je hebt het goed opgelost. Blijf alsjeblieft vanavond. De man moet stop censureren, Oenu. Dat moet jouw harde is. Zeker weten. De man communiceren aan onze rivier, dat de man kieuwen wat, toch? Zeker. Nee, goed punt. Zeker weten. Ja, mensen, blijf alsjeblieft de Facebookpagina's volgen, het nieuws volgen. En wij komen gewoon naar buiten met een statement met hoe verder en hoe we het gaan aanpakken. Hey mensen, ik wil nog wat zeggen. Ja. Neem dit mee. Wanneer wij het groet houden in het binnenland, toch? Wordt het gericht naar Basha. Aan het einde van je statement vraag Basha aan Lanti. Lanti Mauwe. En dan zegt iedereen Oeje. Wij zijn Lanti. Zolang je slaven blijft hier, is je slaven. Is goed, Kwame. Dankjewel voor je input. Wat zou je zingen toch? Volkslied. Bij Amman is dat ik een voorstel. Als je een goed baan. Waar is meneer Kude Musu? Ja. Is dit afsluiting? We gaan afsluiten. Dat doen we direct nu. Alright. Mensen, we gaan afsluiten. Als er geen opmerkingen meer zijn, jullie hebben nog nu even de gelegenheid. En dan gaan we afsluiten met het volkslied. Heeft iemand nog een opmerking, iets wat we zijn vergeten? Eenmaal, andermaal. Die strik was belangrijk. Thank you. Het gaat niet alleen over Paramaribo. Het volkslied is wel correct. Ja, we beginnen eerst met Nederlands. En dat is er aan het einde. Dus op dit horen. Concreet, wat gebeurt er morgen? Dat horen jullie. Ik denk het als wij daar gaan zijn. Dus alleen dat ik het weet wat bereikt. We gaan een recap doen. Mm-hmm. Okay. Kleiner verband. En dan komt er straks een statement. Okay. Nice. Volkslied? Nee, geen recap live. Nee. Dat is genoeg live voor vandaag. Ik kan beginnen. Go ahead. Mensen, heren, uw petten af. Respect, ja. Alsjeblieft. Ik ga. Ons Suriname, het verheft ons heer. Zoals u het heeft gehoord vanavond, hebben diverse activisten en participanten, mensen die dus het niet eens zijn met het beleid, hun stem laten horen. Wij sluiten deze live af en we wensen u een heel fijne avond verder.